Goedenavond, dames en heren. Welkom op deze zomerse herfstdag in de tweede helft van oktober. Welkom mensen op de tribune, speciaal de ambtenaren die hier aanwezig zijn om eens mee te maken hoe een commissievergadering in elkaar zit. Mensen van de schrijvende pers, welkom. Mensen thuis die met ons meekijken en luisteren, van harte welkom. En dan open ik deze vergadering met de vermelding dat de heer Kotsier van het CDA afwezig is. De heer Wildfrank is afwezig, maar wordt vervangen door de heer Broeren van de Partij van de Arbeid. De heer Veldhuis is afwezig, maar wordt vervangen door de heer Warmeling van de VVD. Niet aanwezig op dit moment mevrouw Lasje en de heer Nijborg. Maar geen afmelding van ontvangen, dus we nemen aan dat ze in de loop van de... Ze lopen buiten, ik zal straks nog even melden dat ze aanwezig zijn. Daarmee hebben we punt 1 van de agenda afgesloten en gaan we verder met punt 2. We hebben spreekrecht burgers. We hebben twee aanmeldingen ontvangen. De heer Veen van Duurzaam Honost en de heer Braquet namens Groen Gebogen Dalsen. Mag ik meneer Veen verzoeken achter het katheter plaats te nemen? U weet, u bent hier niet voor de eerste keer. 5 minuten blijft u na die tijd even staan als er vragen zijn uit de commissie om die te beantwoorden. En daarna komt meneer Braquet voor zijn spreekbeurt. Meneer Veen, aan u de eer. Dank u wel. Beste raad en college, nadat u in dit voorjaar uw beleid en ambitie rond duurzaamheid in uw raad heeft vastgesteld, is het nu voorliggende uitvoeringsprogramma daar een logisch gevolg van. Onze complimenten dat u uw programma zo concreet gaat maken. Qua doelstellingen en ambitie verschillen wij als Duurzaam Honorst van mening met u als raad, CQ gemeente, ten aanzien van de ambitie en de doelstellingen. Wij vinden het, zoals eerder hier ook in de raad verwoord en aangegeven, te slap, niet ambitieus en volstrekt niet passend bij een gemeente die koploper wil zijn in Nederland. Alleen dat station is gepasseerd. U heeft als raad met applaus het ambitieniveau en de doelstellingen vastgesteld en ik ga hier verder geen duurzame energie meer aan verspillen. Waar ik wel aandacht voor wil vragen is rond de beeldvorming en van het nu voorliggende uitvoeringsprogramma. Als je de teksten zo leest, ook in relatie tot hoe hier eerder in de raad over is gesproken, dan lijkt het alsof in grote harmonie met de duurzame dorpen dit programma tot stand is gekomen. Het klopt. Het klopt dat de duurzame dorpen af en toe inbreng mochten leveren. Kijk naar de eerdere sessie met een clown bij Mooirivier en de avond die de duurzame dorpen samen in Honorst hebben georganiseerd. Er waren echter ook momenten dat de deur voor de duurzame dorpen werd dichtgehouden, omdat wij vertragend zouden werken. En dat mag. Het mag, want het is immers uw plan, het is uw programma en daarmee bepaalt u ook wat u wel of niet overneemt van onze inbreng. Echter, als aangegeven, kan door de woordkeuze in het voorliggende uitvoeringsprogramma zomaar de indruk ontstaan dat de duurzame dorpen, inclusief Duurzaam Honorst, dit programma dragen. En dat wil ik ontkrachten. Daarmee kom ik tot de kern van mijn boodschap. In dit uitvoeringsprogramma zijn in onze ogen de verantwoordelijkheden, rollen en taken vaag omschreven, waardoor per ongeluk wel eens verkeerde conclusies getrokken kunnen worden ten aanzien van de rolverdeling richting de duurzame dorpen. Laat ik helder zijn. Met de duurzame dorpen zijn geen afspraken gemaakt over hun rol in dit programma, anders dan dat de gemeente Dalfsen en de duurzame dorpen elkaar over en weer zullen informeren. Het is uw feestje en het is goed dat u als raad u dat beseft. Ik dank u wel. Dank u wel, meneer Veen. Wie van de commissieleden heeft een vraag voor meneer Veen? Kijk even rond. Ik zie geen lampjes branden. Oh, meneer Rooijakkers. Ik vind helemaal geen vraag. Vind ik eigenlijk jammer voor de heer Veen. Dus ik had hem eigenlijk willen vragen van, ik begrijp dat dit een stevig stuk kritiek is op wat er voor ligt. Heeft u ook iets, een voorstel van hoe het wel zou moeten, iets opbouwends?
Meneer Veen. Ja, volgens mij hebben we daar heel veel inspanningen in verricht als Duurzaam Honos en ook de Duurzame Dorpen om samen te kijken hoe we tot een plan kunnen komen. De indruk wordt gewekt dat wij zeg maar, als Duurzame Dorpen een verlengstuk worden van de gemeente. En dat is denk ik wat in ieder geval ons raakt van als Duurzaam Honos, dat we zeggen ja, wij kunnen nooit een verlengstuk van de gemeente worden. En ik denk dat daar ook een punt zit. Ik heb dat nooit zo geïnterpreteerd, maar goed. Dat kan, ja. We krijgen er straks over te spreken. Dan heb ik ook nog een vraag. Meneer Nijburg. Worden wij dan ik wil dan even melden dat meneer Nijburg en mevrouw Lasje inmiddels vergadering... Ik ging te laat weg daar van huis. Dus het is gewoon een heel simpel excuus. En heel eerlijk. Maar worden wij dan als raad op het verkeerde been gezet? Want ik had de indruk dat het positief ging met Duurzame Dorpen. Meneer Veen? Ja, ik kan daar geen oordeel over geven. Want ik weet niet op welk been u staat, dus ik kan het niet refereren van wat is nu het verkeerde been. Ik sta op het positieve been. Zo van, nou, er is in ieder geval overleg geweest met Duurzame Dorpen, dus dat ziet er goed uit. Ja, dat is ook precies wat ik wil aangeven. Er is overleg geweest met de Duurzame Dorpen. We mochten meepraten, we mochten op verschillende momenten meepraten. En er zijn ook momenten geweest dat wij niet hebben meegepraat. Duidelijk antwoord. Ik zie verder geen lampjes branden. Dank u wel, meneer Veen. Graag gedaan. Voor uw bijdrage. En mag ik dan de heer Braquet vragen om plaats te nemen achter het... katheter en voor u ook 5 minuten en blijft u na de tijd nog even staan als er eventueel wat vragen zijn. Aan u het woord. Voorzitter, dank u. Het is alweer een hele tijd geleden dat de Duurzame Dorpen hun ambities met u hebben gedeeld. We hebben dat vormgegeven in een prikkelende animatie en ook de gemeente Dalfsen stond op de aftiteling. Weet u het nog? Eerlijk eten, slim vervoer, duurzame energie uit Dalfsen. Een schone vecht, een schoon vechtdal. U koos ervoor u te beperken tot zaken waar u rechtstreeks invloed op meende te hebben. De meeste van onze ambities zijn daarbij verloren gegaan en u heeft de duurzame dorpen bewust buitenspel gezet bij het definitief formuleren van uw beleid. In een vorige inspraakbeurt heb ik gepleit voor een vergaande dialoog en proefondervindelijk samenwerken tussen gemeente en duurzame dorpen. Om de resultaten van ieders inspanning meer te laten zijn dan de som der delen. Of dat met dit uitvoeringsprogramma gaat lukken, is moeilijk in te schatten. Wat er staat, vinden wij op zichzelf positief. Maar hoe gaat het uitpakken in de praktijk? En hoewel er vanavond geen besluitvorming plaatsvindt, hoop ik dat u BMW nog eens expliciet zal vragen om de duurzame dorpen dicht bij het beleid te betrekken, zowel burgerinitiatieven als ondernemers. Het is namelijk absoluut noodzakelijk om samen te werken, willen we onze duurzame doelen bereiken. Verder is Groen Gebogen blij met een jaarlijks budget van €20.000. We kunnen dat goed gebruiken om lopende en nieuwe initiatieven te gaan financieren. Wat we echter niet kunnen is het op voorhand vastleggen in jaarplannen. We zijn een vrijwilligersorganisatie en geen bedrijf of overheidsinstelling en die hebben daar zelf al moeite genoeg mee. We juichen het ook toe dat er gemeentelijke middelen in de vorm van garanties of subsidies of leningen ter beschikking komen. En we hopen dan ook dat deze financiële paragrafen niet uit het uitvoeringsprogramma verdwijnen als u volgende maand uw begroting bespreekt. Belangrijker echter dan financiële ondersteuning vinden wij de eerder genoemde samenwerking. En dat gaat verder dan het uitwisselen van informatie. Neem ons mee als gedreven deskundigen, die graag bereid zijn een deel van hun vrije tijd te besteden aan een duurzaam Dalfsen. Pas uw organisatie aan de werkwijze van de burgerinitiatieven, in plaats van hen te vragen dat aan u te doen. En tenslotte, elk onderdeel van gemeentelijk beleid heeft een duurzame component. Ik noem maar een weg die van 60 kilometer naar 80 kilometer gaat. U kunt meer invloed hebben dan u denkt. Rechtstreeks en langs allerlei soms onvermoede paden. Laat ons u helpen die paden te vinden en uw invloed aan te wenden opdat u echt een koploper wordt. Dank u zeer.
Dank u wel, meneer Braquet. En ik kijk nog even de commissieleden langs. Meneer, ik zie geen lampjes branden. Dank u voor uw inbreng. En dan gaan wij verder met de vergadering. En dat is punt 3 van de agenda, vaststelling agenda. Ik wil de agenda vaststellen zoals die voor ligt. Iemand daar op of aanmerkingen op? Nee, dan gaan we zoals die voor ligt de agenda behandelen. Dan kom ik bij agenda punt 4. Rekenkameronderzoek, handhaving en evenementen. Verantwoordelijk in het college de heer Noten en de heer Agricola. Voorbereidend, informerend. De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar toezicht op en handhaving van verschillende regels over de fysieke leefomgeving. Daarnaast is er ook specifiek aandacht besteed aan de vergunningverlening bij evenementen. De Raad wordt voorgesteld om de conclusies en aanbevelingen van het rapport over te nemen. Meneer Smit, u nog van harte welkom als voorzitter van de Rekenkamercommissie. Is aanwezig om het voorstel toe te lichten en waar nodig te verdedigen. Ik stel voor de wijze van behandelen van dit voorstel een korte toelichting door de heer Smit. Informerende ronde van de raadscommissie, vragen aan de Rekenkamercommissie en het college. Daarna beantwoording door de Rekenkamercommissie, de heer Smit. Daarna beantwoording vragen door het college. En dan gaan we vanzelf naar de beeldvormende ronde. En die wil ik eigenlijk in dezelfde volgorde gaan doen. Dus ik wil nu het woord geven aan meneer Smit voor een korte toelichting op zijn onderzoek. Dank u, voorzitter. Het is niet mijn onderzoek, maar van de hele commissie en uitgevoerd door een extern bureau. Dus laten we even wat bescheiden zijn. Ik zal een paar punten noemen. Er is onderzoek gedaan naar handhaving van wetten en regels. Regelingen. Bij regelingen moet u vooral denken aan uitvoeringsbesluiten, bijvoorbeeld milieu, maar ook bijvoorbeeld de APV. Daarnaast is vergunningverlening bij evenementen onderzocht. En er is ook gekeken hoe wordt omgegaan met klachten en meldingen. U heeft het rapport, neem ik aan, gekregen en u heeft bij de beoordeling van diverse onderdelen allerlei vakjes gezien met een kleur. Groen is goed, rood is fout, oranje of geel zit ik tussen te aarzelen welke kleur het is, maar goed, dat zit er een beetje tussenin. Ik heb weinig rood gezien, een beetje oranje en veel groen, dus op zichzelf gaat de handhaving heel goed. Maar er zijn nog een paar puntjes waar aandacht aan besteed moet worden. Op het onderdeel handhaving heeft het college 3 van de 5 aanbevelingen overgenomen. En die zijn ook genoemd in de brief van de Raad. En 2 aanbevelingen wordt wat minder overgezegd. Nou, dat is eigenlijk heel kort, worden de doelstellingen gehaald. Dat is bij een aantal projecten te meten, bij een aantal andere is dat niet precies na te gaan. De tweede, informele stappen moeten worden opgenomen in het dossier. Het komt vooral bij klachten nog wel eens voor dat de handhavers zeggen, dank u wel, dat de handhavers zeggen, ja, we zijn bij die mensen wezen praten, maar dat ligt nergens vast. Dus het zou wel handig zijn om toch, wat mij betreft, in 6 woorden bij die of die, dat of dat adres of meneer of mevrouw, hebben we het gehad een klacht over dat of dat en ze hebben gezegd, we gaan het in het vervolg, we gaan de rommel opruimen of wat dan ook. Maar dat kan, wat mij betreft, heel kort, maar dat je in ieder geval weet dat er een klacht is geweest, een onderwerp en dat men er geweest is. Het is nu niet na te gaan. Er was ook de vraag gerezen of er sprake is van een gelijke behandeling. In het eerste gesprek er kwam nog wel eens voor van, dan komt iemand en die zegt van ik mag niks en aan die kant mogen ze het wel. Of aan deze kant moeten ze rommel opruimen en de andere kant niet. Nou, men heeft toch expliciet daarop ingegaan als onderzoekers en die hebben ook gezegd van er is volgens ons geen sprake van ongelijke behandeling. Dus. Aldoende in het onderzoek handhaving zouden we ook kijken naar de handhaving van evenementen. Maar toen kwam de vraag op van kunnen ongevallen zoals de monstertruck in Haaksbergen en de hoogwerker in Oldebroek ook hier voorkomen?
Nou, de aanleiding daarvan hebben we ook gezegd, dan moeten we eigenlijk bij evenementen ook kijken naar de voorkant van het proces, de vergunningverlening. Bij die andere elementen ligt dat redelijk vast in normale processen, dus die kennen we allemaal wel, maar in dit geval niet. Dus in die zin hebben we ook gekeken naar de vergunningverlening bij evenementen. Er zijn, ik denk, drie hoofdpunten van, waar dan reactie op komt vanuit het rapport. De betrokkenheid van de raad bij evenementen. De onderzoeksraad voor veiligheid zegt in het rapport over het ongeval in Haaksbergen, bij de lessen uit het onderzoek, positioneert de burgemeester nadrukkelijk als bestuurlijk eigenaar van het proces van vergunningverlening voor evenementen. Ik denk dat daar op zich geen enkel verschil van mening over is. In de toelichting van de op deze zin zegt de onderzoeksraad, het is belangrijk dat een burgemeester ten aanzien van zijn veiligheidsrol een klankbord heeft dat hem uitdaagt en scherp houdt. En een andere zin, periodieke aandacht in de gemeenteraad voor veiligheid bij evenementen kan de burgemeester ook in een positie brengen om zijn veiligheidsrol volwaardig te vervullen. En tenslotte nog een derde zin, ook de gemeenteraad kan een rol spelen als orgaan waaraan de burgemeester verantwoording verschuldigd is en dus een belangrijke rol spelen. Maar niet alleen in zijn controlerende rol, ook in zijn kaderstellende rol, dualisering, 2001, kan de gemeenteraad bijdragen aan de veiligheid van evenementen. Dan het tweede element, de risicoscan, de betrokkenheid en de hulpdiensten zijn eigenlijk de tweede en de derde element tegelijk. Er is opgemerkt dat de risicoscan niet altijd verplicht is. Dat is overigens ook absoluut niet de bedoeling van de Rekenkamercommissie. A-evenementen en lichte B-evenementen hoeft dat wat ons betreft niet. Maar de indruk is in ieder geval bij de onderzoekers ontstaan dat er toch minder risicoscans zijn dan eigenlijk zou moeten. Op zich is die risicoscan een zwaardere belasting voor de organisatoren, maar tegelijkertijd krijg je wel duidelijkheid over de activiteiten en de schadelijke gevolgen die mogelijk kunnen zijn. En bovendien is het ook nog zo dat de organisatoren zich dan wat meer bewust zijn van zitten er risico's in of niet. Nou, in het tweede element is dat in de handreiking evenementenveiligheid een B-evenement, een aandachtsevenement wordt genoemd. En dan wordt dus ook ten eerste gezegd dat die handreiking in ieder geval voor zwaardere B-categorie evenementen zou moeten. Maar er wordt ook gezegd dat er eigenlijk niet beslist moet worden over deze aanvragen zonder consultatie van de adviesdiensten, politie en brandweer. En afhankelijk van een eerste inschatting van die politie of brandweer, de vakmensen, kan dat een risicoscan zijn. Maar het kan ook een korte procedure zijn als het niet zo is. Nou, in Dalfsen wordt alleen bij een nieuw B-evenement van de B-categorie, zwaardere B-categorie, vooroverleg georganiseerd in aanwezigheid van... een nieuw evenement van de B-categorie in vooroverleg georganiseerd in aanwezigheid van vertegenwoordigers van politie en brandweer. Bij een terugkerend B-evenement is er dus geen vooroverleg, mogelijk wel contact tussen ambtelijke behandelaars, dat kunnen wij niet overzien. Maar in ieder geval het gesprek met politie en brandweer is niet standaard. En zo'n gesprek geeft wel zicht op potentiële risico's. En dan is een van de opbrengsten van het onderzoek dat politie en brandweer eigenlijk beiden tegen de onderzoekers zeiden van als je het proces volgt, eerst een risicoscan laat doen, dan vraag je formeel advies aan de diensten. Die vinden dat dan gelijk juridisering wordt en dat ze heel formeel moeten reageren. En die zeggen eigenlijk heel expliciet van we hebben eigenlijk veel liever dat we gewoon een vooroverleg krijgen met en dan kunnen we hier en daar nog wat tips geven, bijstellen enzovoort. Ik heb het zelf in de praktijk ook wel meegemaakt dat dat zeer handig kan zijn, waardoor je het toch net veel makkelijker kan sturen dan bij een formeel proces. Uiteraard moet je dan wel kijken of het gebeurt. Hè? Een expliciet aandacht, want we hebben het over zwaardere B-categorieën. Zowel Oldebroek als Haaksbergen zijn terugkerende evenementen. Misschien niet eens oorspronkelijk van de zware categorie, zware B-categorie. Maar goed, zoals een van de leden van de Rekenkamercommissie zei, organisatoren willen een mooi programma maken. Dat betekent dat we elk jaar iets nieuws moeten hebben en dan kan het automatisch wat hoger opgaan. En dan, dan kan het zomaar zijn dat er in één keer wat altijd rustig was, wat meer risicovol wordt. En dat er dan spectaculaire onderdelen komen die misschien wel riskant zijn.
Dus in die zin blijft het altijd opletten, ook met bestaande evenementen. De laatste opmerking, de handhaving bij evenementen. In het stukje handhaving staat over evenementen nog dat de enige hoogscorende prioriteit binnen de APV bijzondere wetten de handhaving bij evenementen is, met meer dan 75 bezoekers. Ik heb de lijst van evenementen gezien, dat zijn er ontzettend veel, misschien wel 200, maar goed. In de praktijk geldt dat dit thema nauwelijks aandacht krijgt. Tijdens de interviews werd duidelijk dat in ieder geval in 2015 slechts 17 controles plaatsvonden. Dus qua handhaving is er toch ook wat aandacht nodig. Dank u wel. Dank u wel, meneer Smit, voor uw uitgebreide toelichting. Dan ga ik nu over tot de informerende ronde waarin u uw vragen kunt stellen. Respectievelijk aan de heer Smit of aan de Rekenkamercommissie en de heer Noten, maar ook voor de heer Agricola. Wie mag ik als eerste het woord geven? Meneer Broeren, u hebt het lampje als eerste aan. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk alleen vragen aan het college. De uiteenzetting van de voorzitter van de Rekenkamercommissie was zeer helder. Ik heb een drietal vragen. Eentje spit zich toe op handhaving in het algemeen en een tweetal op het evenementenbeleid. De eerste is eigenlijk aanhakend op wat net geschetst werd over de dossiervorming. Waarom houden we niet per geval, per contact bij wat er gebeurt? Waarom wordt deze aanbeveling niet overgenomen? Dat is eigenlijk onze concrete vraag. En bij de evenementen, de aanbeveling dat de evaluatie van het evenementseizoen met de raad zou kunnen en misschien wel moeten worden gedeeld. Daarvan zegt u dat onderzocht moet worden of dit wel gedeeld kan worden. Kunt u toelichten wat maakt dat dit niet zonder meer kan worden gedaan? Wat zijn hiervoor de belemmeringen om dit gewoon tot standaard werkwijze tussen raad en college te maken? En mijn laatste vraag, op het punt van de bestaande categorie B-evenementen, werd net ook al aangerefereerd, daarvoor geeft de Rekenkamer aan dat het ook daar zinvol zou zijn dat er gewerkt gaat worden met een risicoscan. U wilt deze daarvan uitzonderen omdat ze al langer bestaand zijn. De reactie van de Rekenkamer is dat een incident zoals bijvoorbeeld in Haaksbergen zich juist voordeed bij een al lang bestaand evenement. Oftewel een evenement wat al heel lang bestaat en waarvan misschien aangenomen kan worden dat het altijd hetzelfde is. Maar we weten allemaal dat het programma altijd kan veranderen, dat omstandigheden altijd kan veranderen. En waarom kiest u ervoor om ook die aanbeveling niet over te nemen? Dank u wel. Dank u wel, meneer Broeren. Meneer Warmelink van de VVD. Dank u wel, voorzitter. We hebben een aantal vragen. Misschien wel eentje die hetzelfde is als mijn voorganger. De eerste vraag, waarom is het college met betrekking tot de handhaving niet ingegaan op de volgende aanbevelingen van de onderzoekscommissie? Het periodiek meten of doelstellingen worden gehaald en het opnemen van informele stappen in het handhavingsdossier. Wat is de procedure ten aanzien van de jaarlijkse evaluatie van evenementen? Is het mogelijk dat de raad inzage krijgt in de evaluaties van de afgelopen 3 jaar? Op basis waarvan wordt door het college geconcludeerd dat er voor een bestaand evenement geen risico te verwachten is? Is de risicoscan daar nu juist niet het geëigende middel voor? Wat zijn de criteria voor het besluit of er wel of geen vooroverleg met aanwezigheid van de burgemeester voor een evenement nodig is? Een aantal personen geven in het rapport aan dat dit wel wat vaker zou mogen gebeuren. Op basis waarvan stelt het college vast of voor een licht B-evenement wel of geen advies bij de veiligheidsregio wordt gevraagd? En de laatste vraag. Wat is erop tegen om voor alle B-evenementen advies te vragen? Heeft dat te maken met de belasting van de veiligheidsregio of zijn er andere overwegingen aan verbonden? Dank u wel. Dank u wel, meneer Warmelink. Kijk even verder. Mevrouw Ruimerman van het CDA. Ik had 5 vragen, maar ze zijn alle 5 gesteld, dus ik hoef niet meer. Kort maar krachtig. Kijk even verder. Meneer Nijkamp van de ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een paar vragen aan de heer Smit als voorzitter van de Rekenkamercommissie en aan het college. Allereerst aan de heer Smit. U gaat in op de wensen om de doelstellingen op een andere manier te formuleren, namelijk meer in maatschappelijk effect. Hebt u misschien daar voorbeelden van die aanspreken om in ieder geval uw mening daarin nog wat te ondersteunen? Dat is 1.
Tweede vraag is van hoe heeft de Rekenkamercommissie kunnen beoordelen of de aantallen controles nou voldoende zijn of misschien wel te beperkt waren in relatie tot de aantallen evenementen of het aantal aanvragen en dergelijke. We zien wel de aantallen controles, maar niet de achterliggende aantallen objecten of zaken waar het betrekking op heeft. Dus het is lastig te beoordelen, lijkt ons. Er wordt in het rapport ook gesproken over steekproeven, maar over de effecten of de uitkomsten van de steekproeven hebben we niets kunnen lezen. Klopt dat dat we dat gemist hebben en is daar misschien iets over bekend? En de vierde vraag is van, zijn informele stappen in het handhavingsproces feitelijk onderdeel van het handhavingsproces? Wat is uw mening daarover? Dan aan het college een paar vragen. Een aantal is al gesteld, dus die ga ik ook niet herhalen. Het college ondersteunt het idee van integrale handhaving. En ziet daarbij ook een link naar, naar het sociale domein. Maar geeft tegelijkertijd aan van dat gaat de eerste drie jaar nog niet gebeuren. Wat hebt u voor beeld als college als het gaat over die interactie tussen fysieke veiligheid, fysieke domein, openbare orde, veiligheid en het sociale domein? Want blijkbaar hebt u daar een beeld bij dat dat voorlopig nog niet zo belangrijk is of dat we niet in staat zijn om dat te doen. Dan moet ik even kijken welke dat nog overblijven. Ja, er staat een markante zin in de reactie van het college. En dat gaat over het al dan niet uitvoeren van die scan. En daar staat voor deze eerste groep, en dat gaat over evenementen die vaker voorkomen, waar geen risico verwacht wordt, vindt het college het niet wenselijk te werken met een risicoscan, omdat dit een te zware belasting zou vormen voor de organisatie. Maar er staat dus blijkbaar in algemene zin van, nou, daar verwachten we überhaupt geen risico's, zonder de individuele zaak te kennen. Zo zou je het in ieder geval kunnen lezen. Ik zie al een reactie, maar als je het zo leest is het wel een zeer merkwaardige zin. Ik weet niet wat het college er precies mee bedoeld heeft, maar misschien kunt u dat aangeven. Want je zou kunnen beweren dat in ieder geval op basis van de scan een dergelijke, of in ieder geval ook wordt beoordeeld of een inzet van de veiligheidsregio noodzakelijk is. Laatste vraag. De burgemeester wordt betrokken in het voortraject bij aanvragen van evenementen, ook al zijn ze in de categorie B. Daar wordt ook in de rekenkamerrapport ook wel een aantal opmerkingen over gemaakt. Maar hoe schat u dat nou in? Kunt u op die manier voldoen aan de verantwoordelijkheden die u hebt? Want we lezen ook dat de beelden tussen ambtenaar en de uiteindelijke eindverantwoordelijke, de burgemeester, niet altijd hetzelfde zijn. Dus we zitten ons af te vragen van hoe we dat nou moeten beoordelen. Dat is zover onze vragen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Kijk, meneer Raamaker, gemeentebelangen. Nou, ik heb het rapport ook met belangstelling gelezen. Veel groen zegt u, weinig oranje en weinig rood. Maar heb ik het goed? De essentie van het verhaal is eigenlijk alleen de borging van alle processen, dat je in ieder geval als gemeente gewaarborgd bent, dat je alle processen in controle hebt. Dus eigenlijk net als bij een gewone horecabedrijf, de HACCP bij de gemeente moet beter. En de burgemeester mag minder op vakantie, want die moet bij elk evenement aan de voorgrond, zeg maar, zijn advies geven. Dank u wel, meneer Raamaker. Meneer Rooijakkers, D66. Er is al heel veel gezegd, voorzitter. Ik ga het niet herhalen. Ik vind dat sommige van mijn collega's, zoals Partij van de Arbeid en de VVD en een beetje ook de ChristenUnie, wel heel erg veel formele punten aanroeren. En ik hoop niet dat er nog veel meer werk voor de Raad uit voorkomt, want ze willen allebei rapportages hebben en de verantwoordelijkheid ligt toch echt bij de burgemeester. Er is één vraag die ik nog een keer wil herhalen. Hebben meer partijen gevraagd. Wat is nou het bezwaar om, als er een dossier is van handhaving, ook gesprekken die gevoerd worden daarin te noteren? Dat lijkt me gewoon hartstikke nuttig. Dan heb je daar een trace en dan kun je er altijd op terugkomen. Dat was het. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Dan komen we aan de beantwoording en mag ik als eerste meneer Smit daarvoor het woord geven. Ja, dank u wel.
Ik begin even met de ene laatste vragensteller. Is de essentie de borgen van de processen? Ja. Of de burgemeester vaker op vakantie kan, weet ik niet. Maar de burgemeester is er altijd. Want als de echte burgemeester is de loco er. Dus er is altijd een burgemeester. Dus geen probleem. Even bovenaan beginnen. Eigenlijk aan mij waren de vragen in de eerste sprekers niet, dus ik begin bij de heer Nijkamp. Doelstellingen meer in maatschappelijke effecten, kunt u daar voorbeelden van geven? Er wordt nu vooral gekeken naar het aantal bezoeken, het aantal keren wat gezegd wordt en uiteindelijk of het goed is. Meer in maatschappelijke effecten gaat natuurlijk op van, kun je ook kijken in welke mate er overlast is of niet overlast is. Dat is een landelijke trend, maar tegelijkertijd zeg ik erbij, ik had de indruk toen wij het erover hadden in de Rekenkamercommissie dat daar een aantal gemeenten mee bezig zijn om dat uit te vinden, zeg maar, en nog niet iedereen precies eens is van wat zou je dan moeten doen. Dus ik denk dat dat een advies is om gewoon op langere termijn goed, dat proces goed in de gaten te houden en op langere termijn te kijken van kan ik dat bijstellen. De tweede vraag, aantal controles, is dat voldoende in relatie tot het aantal evenementen? Volgens het beleid staat erin dat het prioriteit ligt bij evenementen met meer dan 75 bezoekers. Die heb ik niet nageteld zo gauw, want het, zoals ik al zei, het zijn 200 evenementen. Maar ik kan je garanderen dat er minstens 90% van die 200 meer dan 75 bezoekers hebben. Dus dan zouden ze er iets van... wat zou ik zeggen, iets van 150, 180 bezocht moeten hebben en geen 19. Dus dat in ieder geval niet. Er zijn steekproeven gedaan over de effecten en de uitkomsten. Ik kan in zijn algemeen, kijk, het bureau heeft dus steekproeven gedaan, heeft de conclusie daarvan in het rapport neergelegd. Ik kan niet over individuele steekproeven praten, dat weet ik niet. Informele stappen zijn onderdeel van het handhavingsproces, is de vraag. Als het gaat over een klacht waarbij een burger zegt, iemand doet iets wat niet mag, of doet iets wat volgens de vergunning niet mag, of wat dan ook, dan start je natuurlijk feitelijk op basis van die klacht van de burger ook een handhavingsproces op. En dan is het gewoon handhaving. Voorzitter, mag ik nog even op het laatste punt ingaan. Ik denk dat de vraag, dat ik hem niet goed gesteld heb, ik zou zeggen. Oké. Want het gaat over, in het rapport wordt melding gemaakt dat informele stappen niet worden vastgelegd. En de vraag is van, zijn informele stappen nou impliciet onderdeel van handhavingsprocessen? Of laten we die terecht buiten de dossiers? Overigens krijg je dan wel weer een hele merkwaardige situatie, maar hoe moeten we dat nou beoordelen? Ik probeer te zeggen van informele stappen, als er een klacht is en je gaat daar met iemand praten en de klacht wordt opgelost, dan is het toch feitelijk handhavingen als het gaat over niet nakomen van wetten. En welke wet het ook maar kan zijn, het kan hondenpoep zijn, het kan van alles zijn, rommel op de straat, dat soort dingen. Dat is toch handhaving van de regel, dat het niet mag. En dan is het dus handhaving en dan zou het dus gewoon in het dossier moeten komen. Dank u wel, meneer Smit. Er was nog één laatste vraag van meneer Rooijakkers. Als er een dossier is van handhaving en ook gesprekken, die moeten in het dossier, wat zijn de bezwaren? Ik heb begrepen dat de onderzoekers wel een beetje gevraagd hebben aan de mensen van waarom staan die niet in? Ja, het stelde niet zoveel voor. Laten we het voorbeeld zeggen. Er lag rommel op de straat en die man heeft gewoon weggehaald. Ja, dat is waar. Alleen op een bepaald moment kun je er niet over vertellen. Duidelijk. Dank u wel, meneer Smit. En dan ga ik nu naar de heer Noten voor de verdere beantwoording van de gestelde vragen. Dank u wel, voorzitter. Het is natuurlijk een hele interessante paradox. En ik denk dat de heer Nijkamp daar ook gewoon op doelt. Dat zodra je een informele activiteit formeel vastlegt in een dossier, dan is die formeel geworden, want dan kun je hem namelijk gebruiken in je vervolgtraject. En ik denk dat het heel verwarrend is om over informeel te blijven spreken. Waar het om gaat is dat je ook kleine gebeurtenissen goed vastlegt. Daar gaat het om. Je moet het woord formeel of informeel eigenlijk niet gebruiken. Want ook als je iemand aanspreekt op straat, is dan een formele activiteit die je verricht. En leg dat vast. Ik geloof dat we dat onderwerp al vaker hier aan de orde hebben gehad, dat die hele dossiervorming beter zou kunnen. En wethouder Agricola gaat het er dadelijk vast over hebben.
Maar dat vinden wij ook. Wij vinden dat er gewoon beter kan en moet. Er zijn een paar punten naar voren gebracht. De verschillen zijn misschien iets minder groot dan ze zouden kunnen lijken. Maar op één of twee punten zijn ze wel heel principieel. En wil ik ze ook als zodanig naar voren brengen. Maar dat doe ik pas aan het eind. Dus zeg maar de principiële punten bewaar ik tot het laatst. Door een aantal mensen is gevraagd, zou met name die relatie tussen zeg maar, vergunningverlening en de burgemeester, wanneer wordt nou precies die burgemeester betrokken bij zo'n vergunningverlening, zouden we dat niet wat beter moeten omschrijven? En ik denk het wel. Ik denk als u aan mij vraagt, is dat op dit moment te intuïtief. Dat gebeurt in zijn algemeenheid volgens mij heel goed. Maar ik denk dat dat iets preciezer zou kunnen worden omschreven. Juist in die tussencategorie. Waarin het niet helemaal helder is hoe je, waar je een beetje twijfelt, is het een groot, is het klein, zijn die risico's aan de orde, ja of nee. Ik hecht er wel aan om tegen u te vertellen dat in essentie bij alles, je zou bijna kunnen zeggen, waar meer dan 75 mensen komen en wat voor de eerste keer wordt georganiseerd, wordt echt aan mij voorgelegd. Maar juist in die vervolgfases, een tweede of een derde keer, dan wordt het vaak onduidelijk. Dus dat is wel een van de dingen die wij willen overnemen, om dat wat helderder op te schrijven. We evalueren jaarlijks, maar die evaluatie die wordt niet formeel vastgelegd. En wat mij betreft gaan we dat wel doen. Hij wordt wel vastgelegd in een gespreksverslag, maar wat mij betreft maken we daar gewoon een notitie van die ook op het RIS kan komen. Dus die evaluatie is wel van belang. Om dat te doen kan dus ook beter. Nu kom ik op het punt van de risicoscan. En die vind ik wel echt ingewikkeld. En er werd door iemand gevraagd, wat is er om tegen om hem te doen? Ik vind dat de foute vraag. Ik vind dat de vraag echt moet zijn, wat is er op voor om het te doen? Want het is natuurlijk heel verleidelijk om heel veel scans te doen en heel veel overleggen. Om vooral maar ervoor te zorgen dat er nergens meer ooit enig risico zal optreden. Dat zal leiden tot verdergaande bureaucratisering van het hele fenomeen van vergunningverlening. Wat belastend is voor de organisatoren van de vergunning, van de evenementen. Want het stelt allerlei eisen aan de wijze waarop de vergunning aangevraagd moet worden. Daar ligt die belasting. Dus je moet oppassen, het moet wel effectief zijn. Het moet ook daadwerkelijk toegevoegde waarde hebben. Wat wij in onze werkwijze, en volgens mij is dat echt conform de afspraken met de veiligheidsregio, dus zowel de brandweer, met de brandweer en de politie. Maar wat wij in onze werkwijze hebben verankerd, is dat daar waar sprake is van een herhaling van een evenement, waar dus al een uitgebreide risicoscan in het verleden heeft plaatsgevonden. Waar geen andere bezoekersaantallen worden verwacht. Waar ook geen nieuwe locatie aan de orde is. En waar het programma hetzelfde is. Want de vergunningverlening beoordeelt ook echt het programma. Dus het programma is hetzelfde. Daar gaan wij niet weer een risicoscan doen. Want we zouden echt niet weten wat dat toevoegt. Behalve dan dat het hele proces van vergunningverlening complexer maakt. Maar dat zijn exact de criteria die we daarbij hanteren. Dus als daar een kraan komt, of er komt een striptease act, dat is in het kader van de volksgezondheid wellicht ook een risico waar we het over hebben, dan wordt dat bij ons gemeld en dat wordt ook getoetst. En ja, u kunt erom lachen, maar dat wordt getoetst en dat gebeurt dan ook dus gewoon uiteindelijk door mij. En ik zeg dan of het goed is of niet. Maar zo werkt hij. Dus en wat de Rekenkamer denk ik terecht opwijst, is dat wat ik nu zeg, zou ik beter moeten formuleren. Dus ik zou scherper moeten formuleren onder welke omstandigheden en criteria die risicoscan wel of niet plaatsvindt. En wanneer het overleg tussen de ambtenaar en de burgemeester plaatsvindt. Ik denk dat dat nu gewoon niet helder genoeg is vastgelegd. Op dat punt volgen we de adviezen van de Rekenkamer, waarbij ik alleen maar blijf zeggen dat het niet betekent dat we nu ineens alles van de B-categorie een risicoscan gaan doen. Volgens ons is dat echt niet verstandig, niet logisch. Dus op die twee punten zeggen we, het zou scherp geformuleerd moeten worden en we zouden ons dan ook conform die afspraken moeten gaan gedragen. En ik zeg dat op de vraag van de VVD. En we moeten ook sturen op tijd en kosten. En we moeten ook niet mensen demotiveren die evenementen willen organiseren met onnodige bureaucratie. Dat is ook gewoon niet goed. Welk
beeld hebben we bij het sociaal domein, meneer Nijkamp, uw vraag. Als het gaat om handhaving en het sociaal domein, dan is dat natuurlijk ook al lang een onderwerp. Alleen maar dat is op dit moment gewoon belegd bij de afdelingen waar wethouder uitslag verantwoordelijk voor is. Als het gaat om kinderopvang, als het gaat om onderwijs enzovoorts. Maar u kunt zich voorstellen dat we echt moeten gaan nadenken over de vraag of stenen en sociale dimensies niet ook op een bepaald moment in samenhang hun handhavingstaken kunnen gaan uitoefenen. Want als het gaat om kinderopvang gaat het om gebouwen en om de fysieke veiligheid. Maar het gaat bijvoorbeeld ook om de kwaliteit van de diensten die daar worden geleverd en of die voldoen aan de maatschappelijke normen die je daarvoor kunt formuleren. Wij vinden dat belangrijk, maar we zijn gewoon nog niet zover. Dus dat is geen ontkenning op dit moment van het feit dat we die dingen bij elkaar willen brengen. Maar we hebben daar nog geen staand beleid op. Maar we zijn er wel mee bezig. Dus zo zou ik hem graag geduid willen hebben. En het wordt ook best wel een hele klus om dat gewoon op een goede manier te gaan doen. Ik geloof dat ik de vragen met betrekking tot de risicoscan beantwoord heb. Ik hoop dat het voor u ook duidelijk is dat het hele model van vooroverleg om een risicoscan als het ware te vermijden, dat we dat ondersteunen, dat we dat ook in de praktijk toepassen, maar dat we dat in de praktijk toepassen op het moment dat het nodig is. Overigens, zeker overleg met de politie vindt bij iets grotere evenementen eigenlijk altijd plaats, dat vooroverleg. Je zou het misschien informeel kunnen noemen in dit geval. Dan de betrokkenheid van de raad. De PvdA vraagt daarnaar. En wat daarop tegen is. De heer Smit haalt allerlei bijzinnen aan die in de toelichting van het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid zijn uitgesproken. Maar ik vind het ook goed om gewoon even na te denken over de vraag hoe zit de wet in elkaar. En misschien is dat ook wel niet zo gek bedacht hoe die wet in elkaar zit. Want de wet legt de verantwoordelijkheid als het gaat om evenementen en vergunningverlening nadrukkelijk en alleen bij de burgemeester. Daar ligt die gewoon. Daar ligt die verantwoordelijkheid. En het is een verantwoordelijkheid waarbij je heel goed moet oppassen als het gaat om de vraag in welke mate je die kunt delen met een raad. Ik zal proberen aan te geven waarom. Ik heb het nu niet over beleidskaders of wat dan ook. Maar u kunt zich voorstellen dat een discussie in deze raad al heel snel gaat uitmonden over specifieke evenementen. En over welke u wel wilt en welke u niet wilt. Of het hooi van normaal moet worden opgeruimd of niet. Ik herinner me een opmerking die de heer Nijkamp ooit heeft gemaakt. En dat is allemaal prima. Maar ik zal u heel helder zeggen, ik wil met u niet in die discussie terechtkomen. Het risico op cliëntelisme is ongelooflijk groot in een gemeenschap als de onze. Dat moeten we gewoon echt niet willen. En ik vind ook dat uiteindelijk die verantwoordelijkheid voor veiligheid niet gedeeld kan worden. Hij ligt echt, de wet is daar heel helder in, hij ligt gewoon bij de burgemeester en bij de burgemeester alleen. Betekent dit nu dat er geen toetsing plaats kan vinden op de beleid van de burger? En natuurlijk, de hele rekenkamerrapport is een toetsing op het beleid. En dat trek ik me ook aan. En daar gaan we ook een aantal adviezen over opnemen. En ik vind het ook prima om specifieke onderwerpen met u te evalueren op het moment dat er bijvoorbeeld bij u in de besluitvorming aandacht om gevraagd is. Denk aan het evenemententerrein en de overlast al daar. Dat vind ik uitstekend. Maar ik zou het echt ingewikkeld vinden op het moment dat u, bij wijze van spreken, per evenement gaat bepalen wat wel en wat niet. Want dat wordt een hele ingewikkelde. Dus mijn vraag aan u is, wilt u een keer met mij een kadernotitie bespreken, waarin ik met name de procedures rondom die vergunningverlening aangescherpt heb geformuleerd? Prima. Wilt u graag van mij jaarlijks een evaluatie in zijn algemeenheid, waarbij het niet gaat over de beoordeling van specifieke evenementen? Ook prima. Maar daar houdt hij op, wat mij betreft. Als ik met u moet gaan praten over de vraag welke evenementen wel en waar niet, en wanneer en onder welke voorwaarden, dan komen we in een discussie terecht waarvan ik denk, moeten we ver van blijven. Dus die twee punten wil ik u graag tegemoetkomen. En dan wou ik het eerlijk gezegd dan ook bij laten, voorzitter. Want ik ben het wel een beetje met de heer Rooijakkers eens. Je kunt hem krijgen wat mij betreft, dan doen we het maandelijks. En gezien het feit dat we hier, zoals de heer Smit terecht aangeeft, al 200 evenementen boven de 75 bezoekers hebben, wat overigens een teken van rijkdom is dat dat zo is, dan zouden we het hier knap druk hebben. Laatste even nog op de handhaving. Het is terecht, als er gemeld wordt dat er eigenlijk maar 17 keer echt op evenementen
is getoetst. Ja, weet u, ik denk dat dat criterium van 75 gewoon niet zo realistisch is. Ik denk dat we langzaam maar zeker een criterium van 750 moeten hebben. Want u weet ook allemaal dat als we ze bij elkaar optellen, dat we gewoon echt in de hele gemeente ongeveer wel 17 van dat soort evenementen hebben jaarlijks, waar meer dan 750 mensen komen. Ga het maar eens een keer doen, die halen we. Als we die 200 moeten gaan bezoeken, en dan kan dat. En het is wel goed dat u dat nu zegt, dan kunnen we dat nog in het begrotingsvoorstel meenemen. Maar dat is echt wel. En zo werken we trouwens ook niet. We werken op vertrouwen wat dat betreft. En de meeste partijen met wie we werken hebben dat ook gewoon echt nooit beschaamd. Tot slot wil ik u het volgende meegeven, voorzitter. U heeft mij een paar keer in algemene beschouwingen en op andere momenten juist gevraagd om goed na te denken over de vraag hoe we het verlenen van vergunningen voor organisatoren van evenementen kunnen vereenvoudigen. Ik weet in ieder geval dat gemeentebelangen daarnaar gevraagd heeft en ik weet ook dat het CDA daarnaar gevraagd heeft. Dat is ook de weg die ik graag zou willen opgaan. Niet de andere weg. Dus als het gaat om het Kroonplein en Leemlerveld, dan zou ik graag willen dat ik met organisatoren van evenementen zou kunnen afspreken onder welke condities en randvoorwaarden in principe dat evenement verleend wordt, bij wijze van spreken 3 of 4 dagen voordat het plaatsvindt. Niet 3 of 4 maanden. Dat was het, voorzitter. Dank u wel, meneer Noten. In het begin van uw betoog memoreerde u nog even dat meneer Agricklaar nog het een en ander zou beantwoorden, maar hebt u alles meegenomen? Of? Meneer Agricklaar? Ja. Ja, voorzitter. Het onderzoek van de Rekenkamer ligt hier. Het is ook goed dat het onderzoek is geweest, maar het blijkt dat heel veel gelukkig goed gaat. En er zijn ook een aantal aandachtspunten. Nou, de burgemeester is ingegaan op evenementen, maar de vraag die u heeft is met betrekking over dossiervorming. Nou, dat is een punt, daar heeft de Rekenkamercommissie ook gelijk in. En daar zullen we zeer zeker ook aan gaan werken dat het beter wordt. Ook met name wat de heer Smit zei van de kleine zaken. Heel veel handhavingszaken betreft de zaak die de burgers worden aangedragen. Waar wij naartoe gaan. En het gaat meestal om rommel op straat. En er wordt gezegd, ruim het even op. En ik kom in de loop van de week weer langs. Is dan niet weg, dan gaan we een ander gesprek aan. En dan zie je dus dat het opgeruimd is. Maar de Rekenkamercommissie die geeft ook duidelijk aan van ja, juist ook zulke soort zaken moet je gaan noteren. Anderzijds, we moeten er wel voor waken dat we het er niet een papieren chaos van gemaakt, dat alles maar vastgelegd wordt wat in principe geen naam heeft. Maar wel kritisch zijn. En dan kom ik ook met name op de vraag van de VVD, die heeft het over het periodiek meten. Juist daarom is het belangrijk dat zaken goed worden vastgelegd. Dus de kritiek, wij spreken die daar is gekomen, nemen we zeer zeker onze harten en er wordt zeer zeker aan gewerkt om dit te verbeteren. Maar nogmaals, we moeten oppassen dat we bij spreken ieder prulletje papier wat op straat ligt, dat we dat niet gaan noteren, want dan schieten we ons doel voorbij. Dank u wel, meneer Agricklaar. Daarmee hebben we de informerende ronde afgerond. Ik zie geen nadere vragen. Of geen lampjes branden, nou, dus. Nou, eigenlijk wel. Ik zelf te twijfelen namelijk of het vraag of oordeel is. Ik heb even een vraag aan de voorzitter. Dit is nog een vragenronde. We zijn nog niet aan de opening ronde. Dat begrijp ik. Alleen wat ik constateer is dat er een aantal antwoorden gegeven worden die enigszins afwijken van de brief die wij hebben gehad van het college. En daarover had ik nog wel wat terug willen geven. Wat mij betreft zijn de toezeggingen die nu gedaan worden namelijk uitstekend. En daarmee vervallen eigenlijk al mijn vragen, of in ieder geval daarmee vervalt ook zo'n beetje mijn bijdrage. Dat is vooral even wat ik scherp probeer te krijgen. Want wij hebben een aantal toezeggingen genoteerd, tenminste ik. De evaluatie die gedaan wordt, die al gedaan wordt, die wordt met ons gedeeld. Nou, dat was precies waar wij om vroegen. Wij vroegen niet om een extra rapport, zoals mijn buurman zei, of een extra job voor de raad. Dus daar zijn wij heel erg tevreden mee. Als het gaat om de evaluatie van kaderstellen, dus wij willen graag met de burgemeester meedenken als het gaat om de rol van de raad, als het gaat om kaders, bijvoorbeeld bij geluidsoverlast, evenement, et cetera, zouden we graag met de burgemeester over in gesprek.
Maar wij hoeven niet over individuele gevallen te spreken. Dat is ook geen zin onze bedoeling geweest. Nou, dat is even hoe ik het gehoord heb. Dus daar wou ik het even belaten. Als dat akkoord is, dan... Meneer Noten. De eerste toezegging heb ik gedaan. Die verslagen gaan we delen. En wat ik heb aangegeven is dat we op papier zullen zetten. En dat zal ik u ook doen toekomen. En als u daarover wil spreken, vind ik dat ook prima. Maar dat we op papier zullen zetten op welke wijze we de adviezen van de Rekenkamercommissie zullen verwerken. Met name als het gaat om de aanscherping van de werkwijze burgemeester ambtelijke organisatie. En het gebruik van vooroverleg dan wel risicoscan. Die punten. Ik heb niet aangegeven dat ik ook dan over decibels ga praten. Of over, dus die toezegging had ik niet gedaan. Maar die andere twee punten wel. Want dat zijn ook kritiekpunten die we ons aantrekken. Dus dat gaan we ook met u delen hoe we dat gaan oppakken. Dank u wel voor uw nadere toelichting. Dan gaan we echt naar de opinierende ronde. Al had u al een voorschotje opgenomen, meneer Broeren. Wie mag ik als eerste het woord geven? Meneer Nijkamp. Dank u wel, voorzitter. Ik ben in ieder geval blij met een aantal antwoorden die gegeven zijn. Zoals net al samengevat, er zitten een paar toezeggingen in. In ieder geval eerst over de evaluatie, dat we die in ieder geval krijgen in het vervolg. Het lijkt erop dat dat tot nu toe een beetje in de marge heeft plaatsgevonden. Het lijkt goed om ook dat dossier op orde te brengen. En nou, we zouden daar ook graag kennis van nemen. Maar een evaluatie heeft alleen maar zin als je met elkaar ook over dat beleid een keer weer spreekt. Hè? En u bent tot nu toe niet terughoudend geweest in het delen van dat soort beleidsdocumenten. Dus u geeft aan van college van, nee, burgemeester moet ik in dit geval zeggen. Aan dat u een aantal elementen zeg maar, vanuit dit Rekenkamercommissierapport zult meenemen in de verdere actualisering daarvan. Nou, dat zouden wij dan ook graag te zijnde tijd, dat mag ook volgend jaar misschien, met elkaar bespreken. Dus we zien dat graag tegemoet. Als het gaat over die risicoscan, snappen we dat we daar efficiënt en effectief mee om moeten gaan. Maar in het geval van enige twijfel gaat het vooral om de effectiviteit, wat ons betreft. En wij zouden ons kunnen voorstellen dat, en eigenlijk gaf u dat ook aan, maar misschien vertaalt u het iets anders, maar een soort pre-scan in ieder geval kan uitvoeren en ook zult uitvoeren, ook bij zich herhalende evenementen. Want er zitten inderdaad zomaar glijdende schalen in de invulling van programma's van evenementen. Dat is ook precies waar de Rekenkamercommissie voor waarschuwt. En nou, die waarschuwing zouden we toch ook wel graag ter harte willen nemen. Dus een soort pre-scan om überhaupt te bepalen of een risicoscan zinvol is. Om vervolgens organisatoren niet te zwaar te belasten met allerlei overleggen en toestanden, zou je wel kunnen zeggen van nou, misschien moeten we ook wel iets doen aan de duidelijkheid van wat we nou van organisatoren verwachten. Want we zien ook in een aantal casussen die beschreven staan, dat organisatoren blijkbaar ook niet precies weten wat ze nou wel en niet moeten opleveren. Regelmatig wordt er dan gezegd van nou, dan krijgen we gewoon later nog de gelegenheid om dat aan te vullen. Ja, dat soort dingen zou je eigenlijk voor moeten zijn. Laat het gewoon klip en klaar voor de organisatoren zijn van wat ze wel en niet kunnen en moeten aanleveren. Dan is het ook een efficiënt proces. Blijft nog één punt over van die steekproeven. Steekproeven zijn er niet voor niks. Want ook al heb je honderden keren een goede scan uitgevoerd, is maar de vraag of je dat goed hebt gedaan. Steekproeven zijn er juist voor om te bepalen of je die risico-inschatting goed hebt gedaan. Dus wij zouden ervoor pleiten om dat nog wat explicieter te verwoorden en ook in de evaluatie dat eens mee te nemen. Dus ook evenementen waarvan je op basis van een risicoscan zegt van die hoeven wij niet te controleren, ga toch maar eens een steekproef houden. Dat is ons advies. En we horen graag nog even wat, daar, de burgemeester daarvan vindt om dat in het vervolg mee te nemen. Ja, voor de rest, dus even wel de vraag hoe dat straks procedureel gaat. Met toezeggingen en met het voorstel wat nu formeel richting de raad is geformuleerd. Of dat op deze manier blijft staan. Wij zouden graag zien dat er een aanvullende, korte notitie van het college komt naar aanleiding van deze bespreking. En dat zou ons helpen om in de raad een helder standpunt te formuleren. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Nijkamp.
Mevrouw Ruimerman, CDA. Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me even aan bij de ChristenUnie met de laatste opmerking, want ik ben nu een beetje het spoorbijster waar we straks akkoord op moeten geven. Dus lijkt me goed dat we daar een aanvulling op krijgen. Veel is al gezegd. Wat ik nog wel wil aangeven, de burgemeester gaf al wel aan met de vergunningen. Het is mooi als het snel en effectief kan. Maar wij zijn ook wel van mening, het vooroverleg kan ook rust geven aan een organisatie. Een organisatie zijn vrijwilligers die een evenement opzetten en soms misschien de risico's ook niet helemaal overzien. En het kan hen ook rust geven dat er is meegepraat met politie en brandweer en dat ze ook denken van oké, we hebben het allemaal goed in beeld en het kan zo doorgaan. Dus los van dat het allemaal procedureel zwaar kan zijn en veel werk kan zijn, kan het ook rust geven. Dus het is wel belangrijk om daar ook aandacht voor te hebben. Want het zijn wel vrijwilligers die het doen. Dus misschien ook vragen of daar behoefte aan is, los van of het nodig is. Dat wil ik nog even aanvullen op datgene wat gezegd is. Dank u wel, mevrouw Ruimerman. Mag ik je kort iets over zeggen? Heel kort. Het vooroverleg vindt altijd plaats. Bij nieuwe evenementen, mensen die nog niet eerder, altijd met politie en met brandweer. Maar ik bedoel ook bij bestaande evenementen. Ja, prima. Maar met nieuwe, dus met het Megapiratenfeest heeft dat een iets andere dimensie dan met de Gay Pride in Leemderveld. Dus daar vindt uitgebreid overleg plaats. Dus niet dat nu het beeld ontstaat dat er niet nee, is. Nee, ik heb er zelf ervaring mee, maar ook bij bestaande evenementen lijkt het mij goed van toepassing. Meneer Warmelink, VVD. Dank u wel, voorzitter. In hoofdlijnen lijkt de gemeente zijn zaken goed op orde te hebben. Er is echter geen allesomvattend integraal handhavingsbeleid met die verstanden dat er vooral in het sociaal domein nog wel wat verbeterd kan worden. Verder wordt in het onderzoek gesteld dat er te weinig capaciteit is voor het handhaven van prioritaire issues, zoals bijvoorbeeld de illegale bouw en de evenementen van meer dan 75 personen. De gemeente erkent dit standpunt en wil dit gaan borgen in een nieuw veiligheidstoezicht en handhavingsbeleid en de uitvoeringsplan. Tot zover, dank u wel. Dank u wel, meneer Warmeling. Meneer Broeren, ja, dank u wel, Partij van de Arbeid. Ik denk dat het kort is. Ja, zoals gezegd, ja, dank u wel. Dat heeft goed ingeschat. Zoals gezegd, een mooi en helder geschreven rapport. Wij zijn blij met de overal constatering dat de uitvoering goed verloopt en dat het beleid over het algeheel genomen goed is geformuleerd. En dat, ik citeer, de gemeente pakt in de praktijk goed door wanneer een overtreding geconstateerd wordt. Niet gebleken is dat de gemeente zich bij de uitvoering van toezicht en handhaving schuldig maakt aan willekeur. Dat vinden wij een zeer geruststellende conclusie. Prima dus. Wij danken de burgemeester voor de vandaag gedane toezeggingen. Die hebben voor ons wel wat helderheid gebracht, maar wij zien die wel inderdaad graag in enigerlei vorm terugkomen richting raad. En ik sluit mij graag aan bij het verzoek van de ChristenUnie over de pre-scan. Daar willen wij ook echt wel een punt van maken. Dus wij zien dat graag verwerkt in het stuk. Tot zover onze bijdrage. Dank u wel, meneer Broeren. Meneer Raamaker, gemeentebelangen. Dank u, voorzitter. Nou, we zijn blij met het rapport. Ook met de woorden van net van de burgemeester. Dat we niet alles hier langs krijgen in deze raadzaal. Dat is echt een punt waar de burgemeester zich mee bezig kan houden. Veiligheid en openbare orde. We zijn blij met veel groen, weinig oranje en zeer weinig rood. Ook de bureaucratie, zeg maar de papier, dat moet op orde zijn, de borging. Maar het moet niet een papierwinkel zijn die nooit meer uit de la komt en waar niemand meer naar kijkt. Dus zorg voor een goede borging, maar maak het niet te gek. Handhaven met gevoel en verstand en maatwerk leveren zou ons devies zijn. En geen mystery guest meer, maar direct handhaven en ook na afloop direct zeg maar mededelen aan de organisatie. Dit gaat fout, kunnen ze ter plekke nog ingrijpen of kunnen ze wat aan doen. Vanaf mijn kant hier namens gemeentebelangen college succes. Doe wat met de aanbevelingen die hout snijden en ga zo door. Dank u wel, meneer Raamaker. Meneer Rooijakkers, D66. Wij nemen kennis van het rapport met instemming, inclusief de reactie van het college. En wij zenden voor dat de conclusies en aanbevelingen worden overgenomen. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Dan hebben we hiermee de opinierende ronde afgesloten en wil ik de heer Smit even vragen om daar iets over te zeggen of hij nog aanvullingen heeft of wat anders aan de orde komt.
twee korte opmerkingen. Ik denk dat de burgemeester ten aanzien van de hoe wordt omgegaan met B-categorie evenementen zaken duidelijker gemaakt heeft dan wij tot nu toe hadden begrepen, de onderzoekers tot nu toe hadden begrepen. Dus ik denk dat we daar alleen maar blij mee zijn en dat op zich graag zien dat die duidelijkheid komt. Tweede, de rol van de Raad. Ik denk niet dat de Rekenkamercommissie ooit bedoeld heeft dat de Raad elk evenement individueel moet doen. Er wordt nadrukkelijk gesproken over kaderstellende rol en dat is op een heel hoog niveau. Dank u wel voor uw toelichting. Het betekent dat uw verslag hetzelfde blijft omdat u wel aangeeft dat de burgemeester wat toezegging gedaan heeft. Wij hebben het zo aangeboden aan de Raad. Het rapport veranderen kan niet. Maar goed, als er op een bepaald moment duidelijk ligt van het is wat anders, dan denk ik dat dat kan. Ik word even ingefluisterd of u de aanbevelingen overneemt en dan het rapport iets aan te passen. Nou, ik kan mij voorstellen dat even nog kijken naar de zin in het raadsvoorstel. Maar dat is dan, kijk, het rapport eronder is moeilijk aan te passen. Maar de zin in het raadsvoorstel kan eventueel nog naar gekeken worden. Ja. Dank u voor uw aanvulling, meneer Noten. Ja, zou het kunnen helpen om het voorstel van de Jan Nijkamp in deze tot op zekere hoogte te volgen. En dat het college even haar toezeggingen op papier zet. En ook duidelijk maakt wat daar de impact van is. Dus niet alleen maar toezeggen, maar ook een toelichting op de toezeggen waarom we dat gedaan hebben. En wellicht zou dat dan behulpzaam kunnen zijn. Want als u dan dat onderdeel maakt van de besluitvorming in het raadsvoorstel, dan gaat het ook ergens over. En dan, we zouden dat misschien op die manier kunnen oplossen. Dat aanbod wil ik doen dat we dat op zeer korte termijn een dergelijke korte notitie naar de Raad doen toekomen. Dank u wel voor die nadere toelichting. Over de pre-scan waarover gesproken is, hebt u daar ook nog iets over te duiden? Nou ja, volgens mij is dat het vooroverleg wat wij hebben benoemd. Maar volgens mij is de toezegging dat ik straks met een notitie kom waarin ik dit soort dingen wat preciezer formuleer. Maar dat zou ik dan niet nu willen doen. Weet je? Dus of er nou vooroverleg is of pre-scan of whatever, dat ga ik dan opschrijven. En volgens mij is dat exact wat ik gezegd heb. Dus ik vind dat die procedures rondom het voortraject, pre-scan, risicoscan en het aanschakelen van de burgemeester, het moment waarop en hoe, die moeten scherper worden geformuleerd. Maar dat is de toezegging, dat zou ik willen opschrijven, maar dan gun me dan even ook een half jaar om dat te doen. Mijn ambtenaar om dat te doen, eerlijk gezegd. Oké, dank u voor uw toelichting. Dan samenvattend kunnen we zeggen dat dit als bespreekstuk naar de Raad gaat en dat wij daarvoor nog een notitie van u krijgen waar het een en ander aan toezegging wat u al hier gedaan hebt, dat die wat uitgebreider geformuleerd naar ons toe komen, waardoor we op 30 oktober daar een weloverwogen beslissing over kunnen nemen. Daarmee wil ik dit punt afsluiten en dan gaan we nu even een kopje koffie of thee drinken. Naar gelieve. Dan wil ik weer beginnen met de beraadslagingen. Verzoek u plaats te nemen op uw stoelen. En dan heropen ik de vergadering met punt 5 van de agenda, uitvoeringsplan duurzaamheid 2018-2020. Verantwoordelijk wethouder de heer Agricola, informerend wordt u dit aangeboden. In april dit jaar heeft de Raad het beleidsplan duurzaamheid 2017-2025 vastgesteld. Daarin zijn onze gemeentelijke ambities opgenomen, maar de financiële dekking is nog onderwerp van gesprek bij de begroting in november. Zoals aangekondigd heeft het college het beleid nu wel vertaald in een uitvoeringsprogramma. Wethouder Agricola heeft toegezegd hierbij de duurzame dorpen te betrekken en om dit plan te bespreken met de raadscommissie. Ambtelijke ondersteuning van mevrouw Van Oenen, welkom. Zoals ik al gezegd heb, informerend. Dus
zowel uw opinie als uw vragen in één ronde graag naar voren brengen. En dan kijken we daarna even naar de beantwoording van de wethouder hoe we een en ander verder gaan afsluiten. Wie mag ik in deze... Voorzitter. Meneer Nijburg. Ja, ik sta een beetje in dubio. Ik snap dat het in één ronde zou moeten. Toch heb ik nieuwe informatie gekregen waarvan ik denk, ja, ik zou daar toch eerst een vraag over willen stellen en de wethouder erover willen horen voordat we spreken over, we nemen kennis van een verhaal. Want ik heb een verhaal voorbereid wat nogal positief is, maar ik hoor nu dingen die anders zijn. Dus ik wil toch graag vragen of dat in twee ronden kan. Oké, ik snap uw verhaal, maar het is wel een punt van orde voor deze vergadering. En denken de andere fracties of andere commissieleden hier ook zo over? Ja. Ik zie in. Nou, dan gaan we het toch in twee rondes doen. En wie mag ik dan voor de vragenronde, informerende ronde, het als eerste het woord geven, meneer Nijburg? Ja, ik was begonnen, voorzitter, dus misschien is het ook goed om dan meteen door te gaan. Ik zei al, ik sta in dubio. En dat heeft te maken met, ik had een positief verhaal voorbereid. Nou, dat is een mooi stuk, dat is goed gewerkt, nou ja, bla bla. Dat komt allemaal zo meteen. Toch werd ik onaangenaam getroffen. Er gaan mensen zitten lachen, maar dat is niet mijn bedoeling. Werd ik onaangenaam getroffen door de twee insprekers. En ik vraag me af hoe dat zit met de andere vertegenwoordigers van duurzame dorpen. En daarmee voel ik me toch een beetje op verkeerde been gezet. Want ik lees een stuk waarin wordt gesteld dat de duurzame dorpen volledig betrokken zijn. Er is communicatie, er worden plannen gemaakt. En dat vond ik allemaal positief als ik dat lees. Maar nu krijg ik het gevoel, en ik hoop dat de wethouder daar iets over kan zeggen, dat die inbreng van die duurzame dorpen wel geweest is, maar dat er niks mee wordt gedaan. Of in ieder geval het wordt onderschat of onderkend, niet onderkend. En het doet me een beetje denken aan de Afrikaanse ladder. We hebben het altijd over de participatieladder. Ik ken in Afrika ladders waar sporten ontbreken of waar je op een sport gaat staan en je dendert gewoon een paar sporten naar beneden. Dat gevoel ontstaat bij mij een beetje als ik kijk naar het stuk, als het gaat over de participatie van die duurzame dorpen. Ja, er is participatie, we denderen in no time naar beneden en we staan weer onderaan de ladder. En je moet eerst die sporten er weer in timmeren voordat je weer op kan klimmen. Dat is het gevoel wat ik heb en ik hoop dat de wethouder daar op een goede manier informatie over kan geven. Want anders dan heb ik bijna het gevoel, dan kan ik het stuk niet vertrouwen. Daar zit een beetje mijn probleem. Ik hoop dat het helder is. Dank u wel, meneer Nijburg. U haalt wel het hoofdbetoog uit het verhaal van de heer Veen en de heer Braquet. En ik denk dat de andere fracties die hier wat over zeggen hetzelfde hebben. Ik zou dan ook aan de wethouder willen vragen om hier gelijk op te reageren. Ja, voorzitter. Ik heb het verhaal van de beide heren ook gehoord. En ik ga het niet al te veel over zeggen. En waarom niet? Er zijn nog drie duurzame dorpen. En u hebt ook kennis kunnen nemen van Nieuw-Leuze Synergie. Hoe die over dit gebeuren denken. We hebben meerdere bijeenkomsten gehad met duurzame dorpen. Die zijn begonnen met u als raad in Hoogmorst. En duurzame dorpen nemen we en hebben we altijd serieus genomen, want we vinden ze belangrijk. Er zijn twee bijeenkomsten hier geweest. We hebben van het duurzame dorp gevraagd, kom nou met een schriftelijke reactie. Dat heeft alleen Synergie gedaan. En andere dorpen hebben dat niet gedaan. Maar de dorpen geven hier weer een gevoel hoe zij het ervaren. En dat vind ik jammer. Het is het uitvoeringsplan van u als gemeenteraad. U hebt de kaders vastgesteld en u hebt het beleidsplan vastgesteld.
Daar is in het hele beleidsplan, wordt uw raad ook voorgesteld om jaarlijks een budget te geven aan het duurzame dorp. Daar kunnen zij mee gaan werken over de punten die zij belangrijk vinden. Het budget wat er anders is, dat gebruikt de gemeente op zaken waar zij invloed op hebben. En waar hebben we invloed op? Dat zijn de gemeentelijke gebouwen. En in ieder geval, dat zijn ook in mindere mate het maatschappelijk vastgoed. Met name om die verder te verduurzamen. De duurzame dorpen zijn goed in andere dingen. En daar kunnen ze mee in de slag. Maar hoe je het ook went of keert, samenwerken en samen communiceren blijft een aandachtspunt voor beide partijen. Maar ook een lerende houding van beide partijen. Het uitvoeringsplan wat hier ligt is een dynamisch plan in een dynamisch proces. Een lerend plan. En in het plan zijn ook zeer zeker suggesties overgenomen van het duurzame dorpen. Er is door u als raad, met name door D66, na de inspraak van de beide heren gevraagd, met name aan Genoeg Gebogen, hoe zou het dan wel moeten? En daar is geen antwoord op gegeven. Als je nu kijkt naar de duurzaamheidsindex, waar Dallersen tot nu toe in het rijtje staat, dan zitten we in het bovenste eind. Maar we willen graag samen met de duurzame dorpen in de top 5 komen. En daarom was ik toch ook een beetje verrast met de inspraak van de beide heren. En het doet niet recht aan hetgeen wat in het voortraject allemaal is gedaan. En dat vind ik jammer en teleurstellend. Want u als raad hebt altijd aangegeven, ga in overleg met het duurzame dorp. En wij vinden ook als college dat de duurzame dorpen heel veel goeds hebben gedaan. En ook nog met iets goeds bezig zijn. En vandaar ook het voorstel voor een eigen budget. Dat wil ik erover zeggen, voorzitter. Dank u wel voor uw toelichting, meneer Gikla. Ik denk dat dit voldoende moet zijn om qua uw vragen toch in het opinierende stuk te laten plaatsvinden. En wie mag ik daarin als eerste het woord geven? Ja, voorzitter. Ik wil graag even een mededeling doen. Dus probeer ik tenminste steeds het woord te pakken. Ik wil even mededelen dat ik bestuurslid ben van Groen Gebogen tot morgenavond. Daarna stop ik ermee. Dat heeft te maken met ander nieuws wat u misschien in de krant heeft kunnen lezen. En ik vind dat die dingen niet met elkaar verenigbaar zijn. Dat neemt niet weg dat wij als fractie hebben gemeen dat ik vandaag wel gewoon onze bijdrage kan doen, omdat ik geen direct belang heb. Dat wou ik even meedelen, voordat we met de vragenronde beginnen. Opinierende ronde, meneer Broeren, maar ik neem aan dat daar verder geen problemen mee zijn, dat u gewoon als woordvoerder van de Partij van de Arbeid hier uw zegje over kunt doen. Voor de één ronde dus vanaf nu. En wie mag ik daar als eerste het woord geven? Meneer Lochtenberg, CDA. Ja, dankjewel, voorzitter. Uitvoeringsplan duurzaamheid. Het stuk is informatief, inderdaad. Wij gaan er niet over als raad. U zegt wel, het is uw stuk. Nee, het is uw stuk in reactie op onze nota en ons beleidsplan. Maar we mogen er wel wat van vinden vandaag. En we benutten die mogelijkheid graag, voorzitter.
en wil het college wel degelijk enkele suggesties meegeven. Onze algehele indruk van deze nota is dat het een praktische uitwerking is van wat er in kadernota en beleidsplan is gepresenteerd. Maar voorzitter, dat blijkt ook al wel weer uit wat de insprekers inbrachten. Je kunt zo'n plan op verschillende manieren lezen. Het is het bekende halfvolle of half lege glas. Voel je vooral beperkingen of zie je vooral kansen? En ik laat maar even aan iedere lezer hoe die zichzelf erbij gevoeld heeft. Maar er is zeker getracht om invulling te geven aan de raadswensen met betrekking tot samenwerking en meetbaarheid. Op onderdelen is al voortgang geboekt. De samenwerking met de duurzame dorpen bijvoorbeeld wordt ons inziens wel constructief gezocht. Maar we zullen dit als raad overduidelijk voortdurend moeten volgen. Over wie leidend moet zijn, daar kun je over van gedachten verschillen. Maar de intentie en de uitwerking zijn het belangrijkste. Van afschuiven van verantwoordelijkheden kan geen sprake zijn. Natuurlijk is dit uitvoeringsplan een eerste aanzet die in de tijd een steeds concretere invulling gaat krijgen. Maar voorzitter, dat moet ook echt en snel. De genoemde meetbare doelen bestaan voornamelijk uit doelen die de gemeentelijke organisatie zelf betreffen. Prima, maar weinig relevant in relatie tot onze totaaldoelstelling. Wat we missen is de vertaling van de totaalvisie. Waar willen we nou in grote lijnen naartoe? Dat vraagt ook om lef en commitment, voorzitter. Als onze hoofddoelstelling is energie-neutraliteit in enig jaar, ik laat maar even in het midden welke, durf dan op te schrijven waar we op meerdere genoemde hoofdonderdelen naartoe willen en in welke stappen. Niet verschuilen achter allerlei relatief kleine successen, maar onvoorwaardelijk trekken aan de keiharde meetbare hoofddoelen. De Dalser Duurzaamheidsindex die zou hier een goed beeld van moeten kunnen gaan geven. Maar dat vraagt dan wel een index die in een getal is te vatten. Niet een lijst van groene en rode bolletjes. Daarnaast zal wat ons betreft die Dalser Duurzaamheidsindex een evenwichtig beeld moeten geven van de mate waarin de genoemde doelstellingen bijdragen aan het hoofddoel. Er wordt tot nu toe in deze index niet gekeken naar belangrijke zaken als energieverbruik van de woningen of totaal duurzaam opgewekte energie. Cruciaal voor het bereiken van onze doelen. Het CDA vindt dat de Raad op zijn minst zich moet krijgen en houden op 1. Totaal energieverbruik, met heel graag daarbij het verbruik van enkele hoofdgroepen zoals woningen en bedrijven. 2. De totale duurzame energieproductie, met tenminste ook hier de productie die we op woningen realiseren en die bedrijven realiseren. En de door energiebedrijven, als het kan, maar dat hoeft u vandaag niet te beantwoorden, maar als het kan, de door energiebedrijven geleverde hoeveelheid groene energie aan de totale gemeente. Want daar kun je al in de index wat mee. Want het percentage van het totaalverbruik dat wordt gecompenseerd door duurzaam geproduceerde energie, dat zou moeten, dat geeft een mate voor groen, voor de groenheid wat we gehaald hebben als groene gemeente. Het percentage van die resultanten, dat wordt ingekocht als groene energie, als overblijfsel, geeft ook een maat en zicht op ons als groene gemeente. Wij horen graag of de wethouder dit met ons eens is en mogelijkheden ziet om hier inzicht in te geven. Dan over de samenwerking met de duurzame dorpen, die pik ik toch even uit. Er is al het nodige over gezegd, onder andere ook door de insprekers. Wij zien dat de dorpen erg verschillen in capaciteiten en in aanpak. De een wil meer initiatief en vrijheid. De ander is bang dat verantwoordelijkheden worden afgeschoven. Als raad zullen we dat kort moeten volgen. Maar vooral op de gebieden van meer lokale kracht en meer circulair kunnen de duurzame dorpen veel op gang brengen. Met betrekking tot het jaarlijkse budget willen we een slag om de arm houden. Het jaarlijkse bedrag per dorp moet misschien wel meer flexibel worden. Hoe, weten we niet precies. Misschien wel afstemmen wat meer op de grootte van de kern. Of veel beter, afstemmen op het te bereiken omvang van waar je mee bezig bent. Hoe draagt het bij aan ons totaal resultaat?
En misschien moet je ook een bepaalde voorlopersrol wel belonen. Ook de mate waarin partijen zich als open partners naar elkaar opstellen, zou wat ons betreft meer mogen tellen bij het ter beschikking stellen van gemeenschapsgeld. Het mag wat ons betreft duidelijk zijn dat misschien niet elk ideaal ieders ideaal is. Met andere woorden, niet elk idee hoeft te worden omarmd om een succesvol samenwerkend partner te zijn. Daarmee kijk ik ook een beetje naar de duurzame dorpen. Anderzijds, als gemeente vind ik ook dat reëel moet zijn, en vinden wij dat reëel moet zijn. En hoe kun je nou midden in de zomerperiode de duurzame dorpen vragen om een inbreng te leveren en dan klagen over dat ze niet genoeg inbreng leveren in de vakantieperiode. Voorzitter, ik vat samen. Al met al zijn wij voorzichtig optimistisch, want de goede wil die is er wel. Maar 11 hardwerkende voetballers alleen, die winnen geen wedstrijd, als er geen helder gezamenlijk doel is. Het is in de uitvoering de hoogste tijd voor first things first. Vrij vertaald in dit geval, bepaal eerst waar we het voor doen. Vertaal de visie naar hoofddoelen als getallen en zet een meetlat uit in de tijd. Vervolgens kunnen we de menskracht en middelen vulgerichter inzetten om de hoofddoelen te bereiken. Dank u, voorzitter. Dank u wel, meneer Lochtenberg. Kijk even. Meneer Warmeling, VVD. Dank u wel, voorzitter. In de programmabegroting 2018-2021 wordt een voorstel gedaan om het een en ander om te buigen. Er wordt ook voorgesteld om 100.000 euro per jaar te bezuinigen of zeker minder uit te geven op duurzaamheid. Dit gaat dus dan volgens ons ten koste van het uitvoeringsplan. De actualiteit achterhaalt waarschijnlijk dan het uitvoeringsplan. En onze vraag is, wat blijft er dan van over? En wat ons betreft, als je een uitvoeringsplan hebt, dan weet je je doelen en dan weet je wat je wilt bereiken en wat het kost en wanneer het klaar is. En dat kunnen wij in dit stuk niet vinden. Dus wij vinden het nogal vrijblijvend. Er moet ook meer afgestemd worden betreffende de doelen met de duurzame dorpen. Want die hebben daar ook een bepaald idee van. En als je duidelijke doelen hebt, dan kun je ook gelijk optrekken en dan van elkaar leren. Tot zover. Dank u wel. Dank u wel, meneer Warmelink. Meneer Rooijakkers, D66. Voorzitter, de inspraak was voor mij ook een beetje een verrassing. Maar ik moest dan wel even nadenken over de suggestie vanuit Groen Gebogen. Van maak nou gebruik van de expertise die er bij de duurzame dorpen aanwezig is. En dat deed mij toch denken aan de discussie die we hier een paar weken geleden hebben gehad over de zonnepanelen. En ik zou dat toch mee willen geven aan de gemeente, aan de ambtenaren, maar ook aan de wethouder. Natuurlijk moet ik het in een andere volgorde zeggen. Ik weet dat ik de wethouder moet aanspreken. Om gewoon een soort database te maken van mensen die, waar je wat van kunt leren en die je advies kunnen geven en die je kunt inschakelen. En daar, ik denk dat het zeker de bedoeling is om de duurzame dorpen serieus te nemen. Maar ik denk als je ze contact voor advies en voor hulp, dat ze zich ook serieus genomen voelen. En verder heb ik bewondering voor het verhaal van de heer Lochtenberg. En ik denk dat ik het daar maar even bij laat dan. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Broeren, Partij van Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank voor het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid, waarin de stappen staan omschreven die Dalfsen en haar inwoners de komende jaren gaan zetten als het gaat om het werk aan duurzaamheid. Ik begin nog even over de doelstelling. Dat is al eerder neergezet. Wij betreuren nog steeds dat de gemeenteraad in een eerder stadium, dus ik wijs naar onszelf, niet naar het college voor de helderheid, tot de besluit is gekomen geen meetbare doelstelling te formuleren als het gaat om duurzaamheid en duurzame energievoorziening. Wij vinden het gekozen model van kijken naar de buren, wat ongemakkelijk en weinig productief. Wij vragen ons ook echt af wat de meerwaarde van dit model is. Wij werken liever vanuit een eigen motivatie, in plaats van ons op te laten jagen en indirect aan te laten sturen door de buren. Als we samen met Zwolle naar specifieke doelen gaan kijken, en dat lezen we op pagina 15, als het gaat om energieopwekking, welke invloed denkt het college dat zo'n exercitie heeft op onze doelstelling? Een doelstelling die we overigens niet hebben. Dan de ambtelijke prioriteit. Het team Milieu en Duurzaamheid beschikt op dit moment over 2,6 FTE. Dat staat te lezen in het stuk. En heeft naast duurzaamheid ook milieutaken op het gebied van bodem, afval en handhaving. De nieuwe beleidskoers zal meer inzet op duurzaamheid vragen dan de afgelopen jaren. Dat staat ook in het stuk. Hoeveel is dit?
En betekent dit nou dat het college komt met een voorstel om het ambtelijk apparaat op dit onderwerp meer te ondersteunen, om uit te breiden, om te schuiven tussen taken? Het is voor ons onduidelijk. Mocht het nodig zijn dat het ambtelijk apparaat versterkt moet worden om op koers te blijven, dan horen wij dat graag. Dan de dorpen. Ik ga even niet in op de discussie die net plaatsvond en het antwoord van de wethouder. Ik denk wel, en dat wil ik in algemeenheid zeggen, en dat is ook iets wat wij vaker hebben geconstateerd als het gaat om burgerparticipatie als onderwerp, dat het heel erg gaat om naar elkaar luisteren en elkaar verstaan. En ik hoor hier twee verhalen, en ik doe er geen oordeel over, maar ik hoor daar allerlei terminologieën waarin mij heel duidelijk wordt dat men elkaar niet verstaat. En het lijkt mij dus dat daar echt de opgave ligt op dit punt. Daar wou ik het wat dat betreft even bij laten. Dan de dorpen specifiek, en meer specifiek het punt over de administratieve lasten. Of eigenlijk het budget wat ter beschikking wordt gesteld aan de dorpen. Wij pleiten voor minimale administratieve lasten. En wij hebben in het verleden ook meermalen moties ingebracht om de dorpen financieel te ondersteunen. Zoals de inspreker ook al aangeeft, deze initiatieven worden gedragen door inwoners die er heel veel vrije tijd insteken en geen cent aan verdienen. Onze voorkeur heeft deze samenwerking vorm te geven op basis van vertrouwen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de jaarlijkse projectenetalage waarbij de duurzame dorpen de gemeenteraad informeren over de behaalde resultaten. Dat inspireert ons als raadsleden, is leuker voor de leden van de duurzame dorpen en daarnaast volgens mij een perfecte gelegenheid om bij te praten en elkaar verder te helpen. Dan wil ik er nog één specifiek onderwerp uithalen en dat is de verkenning wind. In het uitvoeringsprogramma lezen wij dat er in 2018 een enquête uitgevoerd gaat worden als het gaat om wind. Wij vinden dit een wat enge benadering van het onderwerp. Wind, maar ook grote zonopstellingen, zijn een onderdeel van de energiemix die onvermijdelijk zijn als Nederland haar klimaatdoelstelling wil halen. Wij zien liever een goed gesprek in onze gemeente. Gefaciliteerd door de gemeente op het onderwerp waar goede voorbeelden, voordelen en nadelen de revue passeren. Kortom, organiseer op dit onderwerp een echt burgerparticipatietraject en doe dit in samenwerking met de duurzame dorpen. Daar wou ik het bij laten. Dank u wel, meneer Broer. Kijk, meneer Nijburg, ChristenUnie. Dank u, voorzitter. Misschien is het toch goed om te beginnen even met die duurzame dorpen. Er wordt op een gegeven moment gezegd in het stuk dat het elkaar kennen en begrijpen van belang is. Ja, en dat zouden wij toch als eerste willen onderstrepen, elkaar kennen en begrijpen. Dus dat betekent dat je gewoon met elkaar in overleg moet gaan, het gesprek moet voeren. En als wij nu de discussie die ook vanavond heeft plaatsgevonden en zien ook hoe de duurzame dorpen of enkele duurzame dorpen erin staan. En u kunt zeggen dat geldt niet voor allemaal en misschien zit iedereen er ook wel anders in. Dat kennen en begrijpen toch van wezenlijk belang is. Want als je een groep tegen je krijgt, dan ontstaat er een discrepantie en dan gaat dat fout. Dus wij pleiten ervoor om daar in alle rust nog eens een keer, misschien met de benen op tafel, op een gezonde manier over te spreken van hoe zit je er nou in? Hoe gaan we nou met elkaar om? Want het stuk ademt een sfeer, en daar zit mijn positieve bijdrage ook in, waarin er overleg plaatsvindt, communicatie plaatsvindt, een platform ontstaat, SharePoint als het ware ontstaat. Dat zijn de goede punten uit het stuk. Daar zijn we ook heel positief over. En mijn eerste punt in mijn verhaal, en daar kom ik dan nu aan, is het gaat uiteindelijk om een cultuuromslag. En een cultuuromslag die krijg je niet door mensen te forceren iets te doen wat ze niet willen. Maar dat gaat van binnenuit. Dan moet de wens, de wil dichtbij liggen. En de noodzaak gezien worden. En je vindt het in het stuk wel, maar tussen de regels door. En wat ons betreft zou dat meer expliciet aan de orde mogen komen. Het gaat om een totale cultuuromslag, zowel bij de duurzame dorpen die al een stap hebben gemaakt, als bij al die burgers die meegenomen moeten worden. Nou, als ik dan verder naar het stuk kijk, dan missen wij nog de waterparagraaf. Ik weet dat er in het verleden is gezegd, er komt een apart stuk over water. Dat weet ik, maar op hetzelfde moment mis je het toch als je dit stuk leest, dat je denkt, ja, water is een wezenlijk onderdeel van het hele uitvoeringsplan duurzaamheid. Waarom dat niet opgenomen? We denken ook aan City Blueprint, we hebben daar in het verleden ook al stukken over meegegeven.
Dan vind de positieve punten verder uit het stuk zijn dat er onderzoek wordt gedaan naar draagvlak windenergie. Nou, daar zijn we het mee eens. Het zelf exploiteren van zonneparken wordt onderzocht. Daar zijn we het ook mee eens. Dat is een goed punt. Bestaande woningen loskoppelen van gas. Er wordt onderzoek gedaan. Er wordt een pilot ondernomen. Goede zaak doen. Buurt- en energiecoach wordt over gesproken. De jaarlijkse update van de Dalfse duurzaamheidsindex. Aanscherping was overigens toezegging. Dus wat ons betreft mag die ook nog verder worden aangescherpt. Moet ook nog nader worden ingevuld. En wat anderen ook al hebben gezegd, ja, je moet op een gegeven moment wel weten, wat meet je nu eigenlijk, waar ga je nu eigenlijk voor, wat is je doelstelling, wat wil je nou bereiken? Dat missen we nog, maar wel goed dat het wordt genoemd. Positief vinden we ook de suggesties voor overleg, kennisnetwerk, communicatie, vooral ook dat kennisnetwerk. Er is ontzettend veel kennis, er wordt ontzettend veel bedacht. Als Nederland zijn we daar voor een deel groot door geworden, kenniseconomie. Daar kunnen we gebruik van maken, daar moeten we gebruik van maken. En dat willen we echt onder de aandacht brengen. Goed middel is ook de digitale kaart, die op pagina 4 wordt genoemd. De DDI ziet er concreet uit, maar kan nog concreter. Meer gericht op die doelstelling. En al met al vinden we het wel een hele wereld van verschil met het plan wat er oorspronkelijk ooit lag. Waar we ook erg veel kritiek op hebben gehad, maar we willen de positieve... ja, feedback meegeven. En er spreekt in ieder geval enige ambitie uit, meer dan er ooit is duidelijk gemaakt in de stukken. Maar we blijven een streep zetten onder, ga nou met die duurzame dorpen echt dat serieuze overleg aan, wat Glock CDA net ook al zei, dat moet je niet in de zomer doen als er bijna iedereen op vakantie is. Zoek daar een geregeld format voor waarin je elkaar regelmatig ontmoet en van elkaar leert. Dan kun je zoveel verder komen en dan kan die cultuuromslag uiteindelijk ook plaatsvinden in de hele bevolking. En dan kan iedereen daar positief een bijdrage aan leveren en in meegaan. Dat zouden we graag willen meegeven. En verder wel complimenten voor heel veel positieve dingen die in het stuk staan. Want we zijn nog wel eens kritisch geweest, daar zijn we nog. Maar er staan veel goede dingen in. Ga daarop voort en neem die duurzame dorpen zeer serieus mee. En ga nogmaals opnieuw en nog een keer in overleg. Dank u wel, meneer Nijburg. Meneer Schuurman, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt de kennisname het uitvoeringsprogramma met betrekking tot duurzaamheid. We hebben als gezamenlijke raad de kaders vastgesteld en dit uitvoeringsprogramma is daarvan de resultante. We hebben net besproken in onze fractie en zijn van mening dat de input die wij gegeven hebben in april goed is verwerkt. Op dat vlak zijn er dus geen tegenwerpingen. Gemeentebelangen heeft tijdens elke bespreking over dit onderwerp aangegeven dat we meters moeten maken en moeten beginnen. En dat blijft ook ons uitgangspunt. Het uitvoeringsprogramma zorgt ervoor dat er nu concreet duidelijk is wat er de komende jaren in de planning zit en dat er ook echt daadwerkelijk stappen gezet gaan worden. En daar zit wel een aandachtspunt, want we moeten ons goed beseffen dat duurzaamheid niet iets is wat alleen op het gemeentehuis plaatsvindt. Als gemeente zijn we direct verantwoordelijk voor onze eigen panden, maar als gemeente moeten we ook beseffen dat we niet elk huis of bedrijf in Dalfsen zelf duurzaam kunnen maken. Dat is de verantwoordelijkheid van onze inwoners en onze bedrijven zelf. Dat is dus een belangrijk punt. Maar we moeten dus wel focussen op wat we wel kunnen doen. We kunnen er aandacht op vestigen als gemeente. Aan de ene kant de milieubelangen benoemen en aan de andere kant ook benoemen wat de voordelen zijn voor de bedrijven. En daarvoor zijn we ambassadeurs nodig. In de duurzame dorpen zijn professionals vrijwillig aan het werk om in hun kernen uitvoering te geven aan duurzaamheid. En dat zijn ontzettend belangrijke ambassadeurs voor een duurzaam Dalfsen. Eigenlijk willen we iedere inwoner van Dalfsen oproepen om mee te denken om duurzamer te worden op elk vlak. Gemeentebelangen vindt de financiële ondersteuning aan de duurzame dorpen dan ook belangrijk, omdat ze een belangrijke rol vertolken richting alle inwoners. Hiervoor verdienen ze waardering en het is goed om ze te helpen. Dus niet zeggen welke kant ze op moeten, maar support tonen. We horen net wel dat er uitdagingen staan om te gaan samenwerken en die willen we graag oppakken. We willen dat er begonnen wordt en dat er continu verbeterd gaat worden. Het gaat om nieuw ondernemen en het zit in onze genen om risico's te vermijden. Maar als je wil, slash moet veranderen, ontkom je niet aan het nemen van risico's. Gevolg daarvan is dat er misschien ook beslissingen genomen worden die achteraf niet passend blijken te zijn. Maar dat hoort ook bij leren. Die verbeterpunten zullen aan alle kanten aanwezig zijn en alle partijen zullen er ook begrip voor moeten hebben.
Met begrip en een positieve blik naar voren zullen we meters kunnen maken. Als gemeentebelangen willen we natuurlijk ook graag risico's voorkomen, maar we vinden dat het de verantwoordelijkheid is van de politiek om de noodzaak van verduurzaming enthousiast over te brengen aan onze inwoners, aan de inwoners van onze gemeente. Pas als iedereen meedoet, dan is het echt een succes. Wij vinden duurzaamheid ontzettend belangrijk en het is aan ons allen om die boodschap over te dragen. Natuurlijk zijn er ook grenzen aan het verduurzamen en daar zullen we als gemeentebelangen ook scherp op toezien. We vinden het een goede zaak dat we op gehoogte gehouden worden door middel van de duurzaamheidsindex en we hopen dat er veel goede initiatieven worden uitgedacht, zodat we sneller kunnen gaan verduurzamen dan dat we nu oorspronkelijk hebben afgesproken. We zien het onderwerp dus graag terugkomen en wat ons betreft met punten om verder te komen en bij te sturen en onze oorspronkelijke doelstelling in te halen. Bedankt. Dank u wel, meneer Schuurman. Wethouder, mag ik u het woord geven om hier op alle inbreng te reageren? Ja, voorzitter. Er is heel veel gezegd door verschillende partijen. Maar in ieder geval, de ChristenUnie sloeg wat dat betreft voor mij de spijker op de kop. En de heer Nijburg zei elkaar kennen en begrijpen. Dat is waar het wel om draait. Nijburg zei dat is van wezenlijk belang. Maar, en dat is ook zo. En natuurlijk, het gaat ook om een cultuuromslag. Die zei van de raad moet inderdaad ook leren los te laten en te vertrouwen. Kennis is daarbij belangrijk, maar ook zeer zeker de ambitie. En we hebben duurzame dorpen die hebben een grote ambitie. En we zien ook dat er verschil is tussen duurzame dorpen. We hebben voorlopers en we hebben volgers. En dat zal ook zo blijven, al hopen we dat ze dichter naar elkaar toe zullen groeien. Er wordt genoemd regelmatig overleg. Dat is goed, je moet elkaar ook opzoeken in een ongedwongen sfeer. Maar je moet ook durven je mening te kunnen geven. Je moet ook durven dat op papier te zetten. Dat geldt voor beide partijen. Maar niet de kaart voor de borst houden. Wees open naar elkaar toe. Er werd onder andere door de Partij van de Arbeid aangedragen, of die refereerde aan de enquête die in 2018 wordt gehouden voor wind en zon. En die zei, er moet een goed gesprek gevoerd worden. Burgerparticipatie met duurzame dorpen. Er ligt, of er loopt dus een initiatief van Synergie nu Leuzen over wind. En ik kan u zeggen, dat is tot nu toe een langdurig proces. Want het heeft te maken met maatschappelijke weerstand. En andere onderwerpen met zon hebben dat ook al gehad. Maar je moet proberen die maatschappelijke weerstand te overwinnen. En dat kan door mensen goed mee te nemen in het hele participatieproces. En je ziet ook dat het daar ook gebeurt. En toch, beste mensen, je kunt daar nooit iedereen op één lijn krijgen. Het moet wel de doelstelling zijn. Dan de VVD. U heeft door een bezuiniging van 100.000 euro. In wezen, meneer Warmink, gaat u als raad erover. U als raad zult er straks keuzes in moeten maken. Want er moeten keuzes gemaakt worden bij de begroting. Dus wat dat er gaat, dat ligt hier aan u voor. U moet een besluit nemen wat het belang zwaar weegt, het zwaarst mee wordt genomen. Dan heel veel input van het CDA. En in ieder geval, meneer Lochtenberg, u hebt namens uw fractie een aantal suggesties meegegeven. En die suggesties, die zullen we meenemen. En u hebt het daar ook over het budget gehad. Wat bij spreken het college voornemens is beschikbaar te stellen aan de duurzame dorpen. En ook daarover gaat u straks ook bij de begroting. Kortom. Er ligt een stuk en ook
terecht dat u zei, meneer Lochtenberg, het is het uitvoeringsplan wat het college heeft gemaakt en waarover gesproken is met het duurzame dorp. En met name op 8 juli, toen we hebben gesproken met de duurzame dorpen, waren ze allemaal aanwezig. En we hadden graag een reactie willen hebben. Die hebben we alleen gehad van die leuze synergie. En ik kan u zeggen, later reageren is ook een optie. Het hoefde niet in de zomervakantie. Dat mocht ook later. Dat mocht bij spreken tot 2 weken geleden. Maar kortom, Zwarte Pieten heeft geen zin. Wij als college, en we voelen ons daar gesterkt in door u als raad, willen graag een goede relatie opbouwen en houden met de duurzame dorpen. En met respect voor het beleid of waar ze mee bezig zijn. En we weten met name dat er voorlopers zijn en mensen die volgen. Maar op de juiste moment de juiste steun en support. Duurzame dorpen. Daar zijn we niet voor niks mee begonnen. En we zullen natuurlijk hun ook koesteren. En er zullen altijd ook verschillen van inzicht blijven. En er mag heus ook wel wat wrijving zijn. Want zonder wrijving geen glans. Het gaat er uiteindelijk om, hoe kom je met elkaar op een hoger plan. En de uitvoeringsnota die er ligt, is ook een, wat ik net al zei, dat is een dynamisch stuk. Met elkaar werken aan het duurzaam Dalfsen, met respect voor ieder zijn keuzes. En elkaar helpen en elkaar bijstaan. En dat is een wederkerig proces. Dank voor de input. Wij zullen dit meenemen. En op een goede manier trachten invulling te geven van hetgeen de taak en die opgave die ons te wachten staat. En u zult als raad doorlopend worden geïnformeerd door het college over de stand van zaken. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, wethouder. Meneer Broer, u wou er nog op reageren? Ja, voorzitter. Een tweetal punten. Ik had nog wat gezegd over de ambtelijke capaciteit. En ik had daar eigenlijk een vraag over gesteld. En ik ben toch heel benieuwd hoe het college daar tegenaan kijkt. Dus als daar nog een antwoord op zou komen, zou ik heel prettig vinden. De tweede is de windopgave. Eigenlijk grootschalige opwekking zou ik hem willen noemen. Daarbij bedoelde ik zeer nadrukkelijk niet individuele casussen, zoals geschetst werd vanuit bijvoorbeeld Nieuw-Leuzen. Maar het gaat mij om het gesprek in onze gemeenschap over de koers als het gaat om dit soort ontwikkelingen. Dus dat is breder dan wachten tot er een initiatief ergens komt en daar dan in gesprek gaan en daar een goed participatietraject om organiseren. Maar het gaat mij erom, er komen windmolens op ons af, er komen zonnevelden op ons af, weten we allemaal. Er zijn allerlei marktpartijen in onze omgeving aan het werk. Er zijn allerlei initiatieven vanuit bewoners. Ik ken ook een aantal bewoners in Dalfsen die dit soort ideeën hebben. Volgens mij moeten we daarover met elkaar het gesprek voeren en blijven voeren. Dat was eigenlijk de oproep. Dus de oproep was niet zozeer om participatie rondom individuele casussen beter neer te zetten. Maar meer in plaats van een enquête zo, de wereld ingooien. Daar een proces omheen optuigen. Dat zou mijn voorstel zijn. Goed, daar wou ik het even bij laten. Dat waren mijn opmerkingen. Meneer Agricola. Nou, het aantal FTE's wat nu beschikbaar is voor duurzaamheid, dat is u bekend. Dat zal gaandeweg moeten blijken of dat meer zou moeten worden. En zou het meer moeten worden, dan wordt u dat voorgelegd als raad en zult u daarbij spreken een besluit over moeten nemen. Want er zit ook een kostenplaatje aan vast. Dus heeft u als raad dat te veroveren. Wat zonne-wind betreft, die enquête die u is toegezegd, die zal heel veel input geven op dus de zon en de wind. En daarnaast zullen er ook initiatieven blijven. En in geval van, daar zijn we ook blij om. Maar weet ook, uw raad heeft in het verleden ook uitgesproken over met name wind. En uw raad heeft ook kort geleden kaders vastgesteld voor onder welke omstandigheden zonneparken geplaatst kunnen worden. Maar in geval van wat in dit kader ook heel erg belangrijk is, als er initiatieven zijn op het gebied van wind, waar dan ook, u weet, u als raad bent dan aan zet
Want u zult als raad, zult u dus bestemmingsplannen aan moeten passen om dit mogelijk te maken. Maar discussie over zonnewind is altijd goed. En ook dit is van dat het belangrijk is dat het van onderop komt. Dank u wel, meneer Gikla. Dan kom ik aan het eind van dit agendapunt. Er is behoorlijk gesproken over dit uitvoeringsplan. De nodige complimenten vanuit deze commissie. En ook veel waardering voor de duurzame dorpen, maar wel de oproep om met elkaar in gesprek te blijven, goed met elkaar in gesprek te blijven en daar elkaars mening ook, of de mening durven te geven. Zwarte Piet heeft geen zin, hebt u gezegd, wethouder. Voor de rest heb ik van u gehoord dat u de suggesties die het CDA inbracht mee zult nemen. De bezuinigingen waar de VVD het over had, daar komen we volgende maand over te spreken. Het is een cultuuromslag van binnenuit, waarbij het wel een wereld van verschil is met het eerdere plan, zoals ChristenUnie aangaf. En de duurzame dorpen zijn ambassadeurs, zoals gemeente Belang aangaf. En die moeten we koesteren en daar moeten we mee in gesprek blijven. Daarmee wensen we u veel succes met het uitvoeringsplan. En één belangrijk ding kwam er toch al als allermeest naar voren. Dat was blijf in gesprek met de duurzame dorpen. En ik wens u daarbij heel veel succes. Daarmee sluit ik dit agendapunt af. En gaan we naar punt 6, eerste halfjaar rapportage Sociaal Domein 2017. Verantwoordelijk wethouder, geef even de mensen de ruimte om de zaal te verlaten. Oké, ik was bezig om te zeggen dat verantwoordelijk wethouder de heer Uitslag is en wat de participatiewet betreft. De heer Van Leeuwen, maar de heer Van Leeuwen is deze week niet aanwezig, dus zal de heer Uitslag het hele rapportage van het sociaal domein verwoorden. Het is informerend. Ik zie u verwonderd kijken, maar ik denk dat het toch zo is, meneer Uitslag. Die informatie heb ik tenminste gekregen. Het is informerend, dus graag in één ronde uw vragen en uw opinie. Voor ons ligt de nieuwe halfjaarrapportage van het Sociaal Domein, dit keer over de eerste helft van 2017. Dit is het basisvoortgangsinstrument voor de gemeenteraad. Ook de cliëntenervaringsonderzoeken over WMO en jeugd zijn ter bespreking toegevoegd. Ik heb al gezegd in één ronde. En wie mag ik daar als eerste het woord geven? Mevrouw Lasje, ChristenUnie. Ja, dankjewel voorzitter. Bedankt voor deze rapportage. Ik zal de rapportage langsgaan en dan komen er onderweg wel wat vragen en opmerkingen naar boven. Het eerste gaat over de nieuwe welzijnskoepel. Die is een oprichting en de raad heeft eind 2016 aangegeven de ontwikkelingen graag te willen volgen door middel van verslaglegging in de halfjaarsrapportage. En dan staat er in deze halfjaarsrapportage heel weinig, maar een paar zinnen. Alleen dat er volop wordt samengewerkt en dat er effecten zijn. En zoals ik al zei, is dat heel weinig. En te meer omdat erbij staat dat de aanloop moeizaam was. We zouden daar wel graag wat meer informatie daarover willen. Hoe gaat die samenwerking? Welke effecten zijn al zichtbaar? En ook voor de komende maanden op weg naar de fusie op 1 januari 2018 willen we wel graag op de hoogte gehouden worden. Het welzijnswerk heeft een belangrijke taak als het gaat om welbevinden en preventie. Als het gaat over de WMO, onze fractie steunt het idee van het toewerken naar één vorm van thuisondersteuning. Dus effectiever, duidelijker voor de cliënten. Vrijwilligerswerk, mooi dat het loopt. Mantelzorg. We zijn blij met de stijging van het aantal mensen dat zich meldt als mantelzorgers. Maar weinig mantelzorgers hebben de waardering van 2016 opgehaald. En dat vinden we erg jammer. Juist omdat blijkt dat de mantelzorgers die wel kwamen ook wel graag een gesprek wilden met de mantelzorgconsulent.
Wat betreft de ondersteuning van de mantelzorgers lijkt hier echt nog heel veel winst te halen. En ik hoor graag van de wethouder welke actie hierop wordt ondernomen. Compliment voor de sociale kernteams. Ze hebben in een paar jaar voor zichzelf een belangrijke plaats verworven. Ze zijn actief en signaleren belangrijke zaken. Een van die signalen is dat er onvoldoende aanbod lijkt te zijn wat betreft dagbesteding. En het is goed dat die actie opkomt. Een goede dagstructuur is belangrijk. Kan het hier meespelen dat er minder vervoersmogelijkheden zijn? Of is het soms zo dat de tarieven te laag zijn en dat daardoor instanties de dagbesteding niet meer gefinancierd krijgen? Ik heb begrepen dat de tarieven kort geleden zijn aangepast. Heeft dat misschien met dit signaal te maken? Over de jeugd. Er lijkt meer duidelijkheid te komen in de administratie. En dat is mooi. Het lijkt ons wel wenselijk dat er wordt uitgesplitst naar indicatie en daadwerkelijk traject. Dat zou heel veel onduidelijkheid wegnemen. Waar we ons veel zorgen over maken is de algehele stijging in het aantal cliënten. Relatief veel in Dalsen en bij alle verwijzers en het is een landelijke trend. Het stukje op pagina 21 geeft volgens ons geen verklaring. Het signaleert alleen. En de vragen die gesteld worden zijn wat ons betreft de juiste vragen en we horen graag hoe dit verder opgepakt gaat worden. Wat ons betreft is dat echt een heel zeer dringende opdracht. Anders kunnen we niks doen als het gaat om zaken als preventie. Iets over jeugdzorg en de PGB. Er lopen 131 trajecten. En er staat dat de gemeente geen overzicht heeft van de organisaties die cliënten behandelen. Hoe kan de gemeente dan toezicht houden op de kwaliteit en de goede besteding van de budgetten? Het is een oude vraag, ik weet het, maar die dringt zich nu toch wel weer op. De organisaties die zorg in natura verlenen moeten voldoen aan allerlei kwaliteitseisen. En dan is het toch vreemd dat we in dit stukje eigenlijk geen controle op de kwaliteit hebben. Cliëntenvaringsonderzoeken. Fijn dat veel mensen tevreden zijn over het keukentafelgesprek, maar er was op 25% niet tevreden. En wat wordt daarmee gedaan? Is er misschien een verband met het aantal mensen dat alleen het gesprek voerden, dus daar waar geen ondersteuning bij aanwezig was? Dat zou ik graag uitgezocht zien. Jeugd. Bemoedigend dat steeds meer inwoners hulp weten te vinden. En heel jammer dat ondanks alle pogingen zo weinig jongeren de enquête willen invullen. Erg jammer. Concluderend. We weten al veel, de rapportages worden vollediger, maar er zijn nog wel vragen en onduidelijkheden. En dan vooral als het gaat om jeugdzorg. Daar is echt nog veel te doen. En dan gaat het gedeeltelijk om zaken die Dalsen te boven gaan, zoals de landelijke ontwikkelingen. Maar als er meer inzicht is, kan er meer gedaan worden aan preventie, samenwerking, afstemming met het onderwijs enzovoort. Als laatste, voorzitter. Toen ik dit voorbereidde, bekroop me toch het onbevredigende gevoel over de wijze waarop we deze rapportages bespreken. Wij stellen vragen, de wethouders of wethouder antwoorden en tot het inhoudelijk gesprek komt het eigenlijk niet. En dat is wel erg jammer. Het gaat om een groot beleidsterrein, het gaat om een groot deel van onze begroting. Ik zou graag een andere wijze van bespreking willen, meer een gesprek. Dat kan, bijvoorbeeld zoals we nu doen in de PNC-cyclus of met een soort technische sessie. En dan gaat het er niet om dat we meer details krijgen, zeker niet. Het gaat vooral om de grote beleidslijn, om een inhoudelijk gesprek. En ik hoor graag wat de andere fracties hiervan vinden. Voorzitter, we wensen alle werkers in het sociaal domein, binnen en buiten het gemeentehuis, sterkte, werkplezier en vooral dat hun werk ten goede mag komen aan al die kwetsbare inwoners, klein en groot. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Lasje. Ik ga even verder, meneer Warmelink. Dank u wel, voorzitter. We hebben drie vragen, die hebben we ook technisch gesteld. Die vragen wil ik toch nog even herhalen. Dus de eerste vraag is, de daadwerkelijke in de eigen bijdrage WMO lopen behoorlijk achter bij de opgelegde eigen bijdrage. Zo staat daar over het laatste anderhalf jaar nog 60.000 euro open. Hoe denkt de gemeente dit te kunnen te gaan innen? Of moet hebt u geen antwoord gehad op die vragen, meneer Warmelink? Ik weet het niet. Misschien... Of u antwoord hebt. Ja, nee, ik heb geen idee. U hebt ze in ieder geval niet gezien, maar nee. Ik hoor van de Griffie dat ze ook niet doorgezet zijn, dus stelt u ze maar. Oké, dank u wel. Vraag 2. Het aantal jeugdigen in de zorg is in de eerste helft van dit jaar snel gestegen. Ook landelijk is deze trend zichtbaar. Dalsen wordt echter een nadeelgemeente genoemd. We hebben relatief veel jeugdigen in de zorg. Is hier een verklaring voor te geven? Het stijging van de uitkeringsgerechten in relatie tot de participatiewet. Instroom is structureel hoger dan de uitstroom. Een groot deel van de in- en uitstroom is gerelateerd aan verhuizingen of aangaan verbreken van relaties. Een duidelijke verklaring kan de gemeente niet geven.
Bijzonder blijft het toch wel in een tijd van een aantrekkende economie. We zijn blij met deze rapportage. Het geeft inzicht hoe wij ervoor staan. En graag horen wij van het college hoe deze zaken in vervolg beter in de pas kunnen lopen. We begrijpen ook wel dat deze drie punten, die lopen nog niet zo lang, dus we moeten er ook van leren. Maar op een gegeven moment dan moet het toch duidelijk worden en dan moet het geld wat ervoor begroot is uitgegeven worden en dan ook niet meer. Tot zover, dankjewel. Dankjewel, meneer Warmelink. Mevrouw Kappert, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Ik zag mevrouw Schippers ook. Maar goed. Zal ik mevrouw Schippers het woord geven? Geef u mevrouw Schippers maar het woord. Mevrouw Schippers, oké. Dank u wel, voorzitter. Zo was het niet bedoeld. We hebben voor ons de eerste half jaar rapportage van het sociaal domein en de cliëntenervaringsonderzoeken op WMO en jeugd. En we hebben kennis genomen van de rapportages en ook de analyses van de cliëntenervaring onderzoeken. Dank voor de rapportage en we zijn ook blij met de toelichtende verklaringen en ontwikkelingen. Want dat geeft ons gewoon meer inzicht en gevoel dan alleen die kale cijfers van de werkelijke situatie. We hebben een aantal vragen en ook wat meningen en suggesties. We zien dat er verder geen communicatie plaatsvindt, in ieder geval niet over de rapportage, dat snappen we. Maar we hebben wel een opmerking te maken over met name het mantelzorgcompliment. Hij kwam al voorbij. De persoonlijke uitreiking in het gemeentehuis heeft eenmalig plaats gehad, zo hebben we gelezen. En dat leverde veel informatie en goede gesprekken op. En wij doen nu de suggestie om deze per kern uit te reiken. En wij denken dat er dan meer mantelzorgers en meer aanvragen voor het mantelzorgcompliment zou kunnen opleveren. En dus ook meer inzicht in de situatie van betrokkenen. En ik hoor graag van u of u deze suggestie kunt overnemen. Dan over het steunpunt vrijwilligers in Honast. Dat is inmiddels gerealiseerd, maar wat is de stand van zaken in Lemmelveld? Daarover lezen we niet. En dat is ook een stukje rapportage, dat menen wij. Dan over de verklaring voor de stijging van de algemene voorziening huishouding wordt gerapporteerd om in overleg met zorgaanbieders te zoeken naar de verklaring voor de stijging. En onze vraag is eigenlijk, heeft dit al iets opgeleverd? Dan hebben we in de bestuursrapportage gerapporteerd gekregen dat de begroting met 71.000 euro wordt bijgesteld. En hoe zijn de ontwikkelingen nu? Want de stijging in het eerste half jaar is die in het tweede half jaar ook hetzelfde, is die anders en wordt daar weer rekening mee gehouden aan het eind van het jaar. En dan de stijging, en die is echt opvallend, van de jeugdzorgcliënten. En dat baart ons echt zorgen. Er zijn meer zorgen uitgesproken. Een nadere verdieping en verkenning is nodig, zo wordt gezegd. En u gaf al bij de behandeling van de bestuursrapportage een stukje toelichting daarop. Maar in deze rapportage wordt geschreven dat we medio 2018 die verklaring gerapporteerd zouden krijgen. En dat vinden wij serieus te laat. Om bij te kunnen sturen hebben we gewoon, en heeft u met name, dat eerder nodig. En daarom vragen wij u los van die halfjaarsrapportage om eerder met die verdieping en verkenning en mogelijk voorstel te komen, zodat we de jeugdzorgcliënten daadwerkelijk kunnen helpen. Want daar zit onze zorg. We zijn benieuwd naar de reactie op onze vragen, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Schiphorst. Kijk even verder. Mevrouw Kappert, gemeentebelangen. Dank u wel, voorzitter. Er is al veel gras voor mijn voeten weggemaaid. Neemt niet weg dat ik toch gewoon een aantal dingen wel ga benoemen. En daar waar niet nodig, zal ik ze weglaten. We krijgen door deze duidelijke rapportage steeds meer inzicht in alle aspecten van het sociaal domein. En we danken de ambtenaren hiervoor, want het is een sterk staaltje werk. Een aantal zaken willen we graag naar voren halen. En dan begin ik met de jeugdhulp. En er is al veel over gezegd. Het cliëntervaringsonderzoek laat een positieve ontwikkeling zien. En daar zijn we blij mee. Maar we hebben nog steeds geen zicht op de financiën en het aantal cliënten biedt geen duidelijkheid over het aantal en duur van de zorgtrajecten. Kortom, het blijft voor ons ver van ons bedshow. En dat terwijl dit zo'n kwetsbare groep binnen onze gemeente betreft. Het aantal ouders dat deelneemt aan het cliëntervaringsonderzoek is toegenomen, maar mag nog wel verder toenemen om nog beter beeld te krijgen van wat nu daadwerkelijk die zorg biedt en opbrengt.
Het aantal jeugdigen dat deelneemt aan het cliëntervaringsonderzoek is laag. En dat is niet vreemd, want dat is wel bekend bij jeugdigen en vragenformulieren. En het lijkt ons goed om nog eens te kijken of dit het misschien op een andere manier vorm kan krijgen. Daaraan gekoppeld werd ik een aantal keren genoemd dat er toch wel lang gewacht moest worden op de hulp. Dus wij vragen ons af hoe het met de wachtlijsten zit in de jeugdhulp. We zien dat het effect van de hulp toeneemt als het gaat om directe effect op de cliënt. We zien echter dat het effect van de hulp op thuissituatie, vrije tijdsbesteding en contact met vrienden minimaal of niet is gestegen. Het is weliswaar heel specifiek, maar we zijn toch wel benieuwd waar dat in zit. Want als het effect van de behandeling niet doorslaat op de gezinssituatie of de leefomgeving, is de vraag wat het effect op langere termijn zal zijn van de behandeling. De stijging van de cliënten in de jeugd- en opvoedhulp is al door verschillende fracties genoemd. En die lijst is nogal vervuild doordat de indicaties worden afgegeven tot het 18e jaar. We hebben dus geen zicht op wie er nu op dit moment daadwerkelijk hulp krijgen, in behandeling zijn of wie al uitbehandeld is en misschien nog wel 10 jaar een indicatie heeft die slapend is. En vragen ons af of het mogelijk is om een systeem te ontwikkelen om hier toch meer zicht op te krijgen. Want op deze manier krijgen we naast het gebrek aan financieel inzicht ook geen inzicht in aantal behandelingen en hun zorgzwaarte. Dan de welzijnskoepel, volop in ontwikkeling. En we denken dat het een aanwinst is om straks gemeentebreed eenduidig vorm te geven aan het welzijnswerk met oog voor vraaggericht werken en maatwerk. Daaraan gekoppeld de mantelzorgers, ChristenUnie noemde het ook al, die komen steeds beter in beeld. Wat we ook heel duidelijk zien is dat er in Nieuw-Leuzen een daling is van het aantal mantelzorgers. En dat bevreemdt ons. We vragen ons af of daar een verklaring voor is. Dan het mantelzorgcompliment, ook al door verschillende fracties genoemd. Er wordt gesteld dat 38 mensen hebben aangegeven het wel te willen ophalen op het gemeentehuis. Er zijn er 25 geweest. Maar ergens tussen de 358 en 502 mantelzorgers zijn er geweest ergens rond het begin van dit jaar. Dan vragen we ons af of al die mensen niets hebben ontvangen, zich niet hebben aangemeld of dat het misschien thuisbezorgd is. En daadwerkelijk dus inderdaad maar 25 van de 38 het gekregen hebben. Dat was ons wat onduidelijk naar aanleiding van de rapportage. Dus misschien kan de wethouder daar wat meer duidelijkheid in bieden. Bij de vorige rapportage hebben we aangegeven dat het handig zou zijn om met aanmelding voor het mantelzorgcompliment gelijktijdig een toestemmingsformulier te laten tekenen om de gegevens van de mantelzorgers aan te leveren bij de mantelzorgmakelaar en zo meer mantelzorgers in beeld te krijgen. Wij vragen ons af of dit is gebeurd, want dat vinden we in de rapportage niet terug. Dan het alcoholgebruik onder volwassenen, ook iets wat opvallend is en hoog ligt. U wilt daarom de campagne Goed Gebruik in Dalfsen, die is gebruikt voor de jeugd, in gaan zetten voor de volwassenen. En dat juichen wij toe. Dan wat de participatiewet betreft. In navolging van onze vraag bij de vorige halfjaarrapportage wordt in deze rapportage duidelijk weergegeven welke doelgroepen gebruik maken van een uitkering binnen deze wet. Maar we vinden de statushouders niet terug, terwijl de vorige keer werd aangegeven dat die eigenlijk de stijging zouden kunnen veroorzaken. Maar dan gaan we er eigenlijk maar vanuit dat die vallen onder het kopje verhuisd uit andere gemeenten. Dat zou wel een en ander verklaren. We kunnen in het algemeen stellen dat de cliëntevredenheid zowel bij de WMO als bij de jeugdhulp is gestegen. En daar zijn we blij mee. Dalfsen timmert goed aan de ingezette weg. Maar mijn buurvrouw zei het zo net ook al even, het blijft nog steeds zo'n 25% gemiddeld over alle vragen niet tevreden over de hulp met ook nog wel wat negatieve uitschieters. Wij vinden het belangrijk dat duidelijk wordt waarom mensen niet tevreden zijn en of daar dan ook lering uitgetrokken kan worden. Daar zouden we graag aandacht voor willen. Dan zit ik even te kijken, want die vraag is gesteld. De SKT's, die beginnen echt goed te draaien, is onze indruk. En dat blijkt ook wel weer uit de rapportage. Er wordt gesteld dat voor GGZ-cliënten onvoldoende aanbod is als het gaat om dagbesteding en structuur.
prima om dit verder te onderzoeken en waar mogelijk dit hieruit op te vullen, waardoor de opvang wellicht ook dichter bij huis gerealiseerd kan worden. Er ligt nog steeds een vraag van ons, en ik stel hem weer, of er inmiddels een GGZ-specialist aanwezig is binnen de SKT's, of dat alleen nog op consultbasis is. Dat vinden we in de rapportage niet terug. Dan lezen we ook dat de onafhankelijke cliëntenondersteuner nog steeds bij 65% van de respondenten onbekend is. En daar zouden we wel wat meer campagne op willen, want het is toch echt goed dat mensen weten dat als ze hulp nodig hebben, of het zij bij de keukentafelgesprekken, het zij bij andere zaken, dat daar iemand is die ze kan ondersteunen. Nou, nu is de 65% niet bekend. Misschien moeten we daar gewoon een heel concreet doel van maken. Volgend jaar weet 65% dat het een onafhankelijk cliëntondersteuner is. Dan de vraag van de ChristenUnie, tot slot, en die van het CDA. Meer in gesprek op beleidslijnen. Volgens mij is er ook ooit een voorstel geweest om wat meer themagerichte onderwerpen te bespreken. En dit ligt in die lijn daarvan. Dus wij kunnen ons daar zeker in vinden. Met name als het gaat om beleidslijnen. Het mantelzorgcompliment per kern uitreiken was een vraag van mevrouw Schippers van CDA. Dat zou een heel mooi punt kunnen zijn. En sluit ook eigenlijk wel aan bij mijn vraag over hoe kan het dat maar zo weinig mensen hem hebben opgehaald. Maar de vraag is nog steeds, hebben ze hem ook daadwerkelijk die anderen dan niet gekregen? Dus dat kunnen wij zeker steunen. En daarmee ben ik aan het slot van mijn betoog gekomen. Nogmaals dank voor de rapportage. Dank u wel, mevrouw Kappert. Meneer Rooijakkers, D66. Dank u wel, voorzitter. Er is al veel gezegd. Ik zal het kort houden. Ik sluit mij aan bij de dames Schippers, Kappert en Lasje. Ik verwonder mij ook over het geringe aantal mensen die hulp bieden en die hun compliment niet komen ophalen. Dan krijgen ze iets gratis, komen ze niet. Ten aanzien van de jeugdzorg heb ik nog een aanvullend punt. Dat is namelijk, is er voldoende zicht op vervolghulp? Wat is nou geregeld na de 18e verjaardag van mensen die nog in de problemen zitten? Het is bekend dat je met je 23e eigenlijk een goede feitelijke volwassenheid bereikt. En wij zijn altijd bezorgd dat mensen op hun 18e zeg maar, tussen de wallen en het schip komen zitten. Heeft de gemeente daar wat voor? Is er zorg op maat? Want er is complexe problematiek, vaak GGZ. En als je in één keer naar de volwassen GGZ moet en je moet dan weer opnieuw aansluiten in een andere wachtrij. Enfin, ik hoor wel wat de gemeente hiervoor kan doen. En dan is er nog iets met ouderen. Er is problematiek van vereenzaming, heb ik mij wel eens laten vertellen bij ouderen. En nou is het vaak lastig om daar goed zicht op te krijgen, ook in relatie tot de privacy. Huisartsen en anderen geven daar vaak weinig informatie over. Die willen er misschien toch wel wat voor doen. Niet alleen vanuit de gemeente, maar ook vanuit het maatschappelijk middenveld. Is het een idee om bijvoorbeeld mensen op hun 75ste of 80ste verjaardag eens te bezoeken en daar een gesprekje over aan te gaan. En dan eventueel op een andere wijze te voorzien in dat soort zaken. Dat was het, voorzitter. Dank u wel, meneer Rooijakkers. Meneer Broeren, Partij van de Arbeid. Dank u wel, voorzitter. Ik wil even beginnen met de opmerking van de ChristenUnie. Ik vond dat een erg goeie. En ook de beraadslaging van vanavond sterkt mij heel erg in de gedachte dat het nodig is. Dus volgens mij steunen wij dat van harte. En geven we graag, denk ik, ook als raad mede vorm aan hoe we dat dan zouden willen. Dus misschien moeten we daar eens met elkaar over doordenken. Zorg om de jeugdzorg van het CDA, die delen wij. De andere opmerking van het CDA dacht ik eerst ook, en die gaat dan even over het mantelzorgcompliment per kern uitreiken. Ik dacht eerst van nou, prima. Maar ik zit niet zo daarin. Er kijken mensen mee. Ik kreeg een appje van iemand en die zegt, omdat men niet openbaar gezien wil worden als mantelzorger. En ik denk dat dat wel even de kern is. Dus dat we daar goed over na moeten denken met elkaar. Niet iedereen loopt te koop met het feit dat men mantelzorger is. Wil daarom misschien ook niet het opkomen halen op een centrale plek. Dus ik denk dat we daar iets anders op moeten verzinnen.
Ik heb er ook geen antwoord op overigens. Dan een aantal vragen die ik had voorbereid. Voor een deel al gesteld. De welzijnskoepel, daar staat een vrij strakke datum van 1 januari. Maar er staat vrij weinig over in dit stuk. Dus daar ben ik heel benieuwd naar hoe het daarmee gaat. Dan ook in het licht daarvan stond bij de vaststelling van het welzijnsbeleid 2017-2020... hebben wij het volgende aangegeven. Wij kunnen ons dan ook prima vinden in de door de participatieraad gedane concrete voorstellen. Met name het punt van het betrekken van de kernen, cultuurhuizen en overige vrijwilligersorganisaties is voor ons een belangrijke. Onze vraag nu is dan ook, wat is er gedaan met het voorstel van de participatieraad en in hoeverre zijn de cultuurhuizen in het proces betrokken? Dan heb ik nog één vraag waarvan ik me realiseer dat denk ik de portefeuillehouder niet aanwezig is, maar ik stel hem toch. We missen in de rapportage het project Lemelenveld werkt. Wordt het project overgenomen door de welzijnskoepel? Blijft het zelfstandig bestaan? Wat is daar de status van? Dan de hoogte van de eigen bijdrage. Naar aanleiding van onze vragen bij de begrotingsbehandeling vorig jaar ontvingen wij via de RIS in juni een overzicht van de hoogte van de eigen bijdrage. Daarvoor dank. We hebben daar nog wel een vraag bij. Kunt u aangeven in hoeverre de hoogte van de eigen bijdrage in relatie met vergoedingen voor de algemene voorziening, zoals huishoudelijke hulp en vervoer, zorgmeiders genereert? Heeft u dat in beeld? Dan kom ik nog even terug op de mantelzorgers en vrijwilligers. Want in de notitie staat dat er een 70-tal openstaande vacatures zijn. Betekent dit dat de mantelzorg nog zwaarder wordt belast? Zie ik dat zo goed? En hoe gaan we dat oplossen? Wat kunnen wij als lokale overheid hierin betekenen? Hoe kunnen we deze mensen dus ontlasten, is eigenlijk de vraag. Over het mantelzorgcompliment heb ik al wat gezegd. De jeugd, werd ook eerder gezegd, zorg is het aantal jeugdigen in de zorg, zeker in vergelijking met vergelijkbare gemeenten in het land. Wanneer en hoe gaan we daar grip op krijgen? Zijn we dat aan het onderzoeken? Hebben we dat in beeld? Positief is dat 4 op de 5 cliënten, even algemeen, hè, over de, wat u geconstateerd heeft, 4 op de 5 cliënten positief zijn over de kwaliteit van de WMO-ondersteuning. Ook weten steeds meer inwoners met een zorgvraag waar ze terecht kunnen. Dat zijn mooie resultaten. De enige wat we wat jammer vonden was dat de respons in de cliëntervaringsonderzoeken voor de jeugd niet representatief konden zijn vanwege de geringe deelname. Zodat we daar nog niet helemaal een goed beeld bij kunnen vormen. Op zich geeft de rapportage daarmee een goed beeld van welke zorg is geboden. Echter, en dan kom ik ook een beetje op het punt, denk ik, richting ChristenUnie weer. We weten nu niet heel goed wat de effecten van ons beleid zijn in het kader van het uitgangspunt iedereen doet mee. En in hoeverre heeft er bijvoorbeeld, en daar hebben we met elkaar op ingezet met de decentralisaties, een verschuiving plaatsvinden van curatief naar preventief. Hè? Dus in hoeverre staan we daar eigenlijk mee in de OFS? Dat is eigenlijk de wat grotere vraag. Dan nog één, wat meer een opmerking. In hoofdstuk 4, de sociale kernteams, daar wordt gezegd dat er in Dalfsen geen drugsoverlast wordt gesignaleerd. Dat bevreemdt ons enigszins. Daar hebben wij wel wat andere signalen over. Dat was het voor ons. Dank u wel, meneer Broeren. En tijdens uw betoog vroeg mevrouw Schippers al om een reactie. Dus daar wil ik haar nu even de mogelijkheid voor geven. Zeker, over met name het uitreiken van het mantelzorgcompliment in de kernen. Het heeft dus meerwaarde betekend om het gesprek aan te gaan. En u gaf aan van sommigen willen ook anoniem blijven. Ik denk ook dat dat moet kunnen. Dus daar zou je ook best wel een vorm voor moeten kunnen vinden. En ik denk dat, ik heb mevrouw Kappert al als positieve reactie gehoord. En u, meneer Broeren, en nu de wethouder nog zien te overtuigen. Dan gaan we daar nu naartoe, mevrouw Schiphorst. Meneer Uitslag, aan u het woord. Ja, voorzitter. Ik heb veel dankbaarheid gehoord over de uitgebreide rapportage. En ik besef mij nu dat het ook heel veel vragen oproept. En daar ben ik dus nu de dupe van. Ik ga het zo goed mogelijk proberen. Hoewel er ook her en der toch echt wel wat technische vragen tussen zaten. Dus mogen we dat niet lukken. En mocht u echt de technische informatie willen hebben, dan denk ik dat het goed is om daar bij de betrokken ambtenaar navraag naar te doen. Een vraag die bij veel partijen op de lippen brandt is, hoe staat het met de welzijnskoepel in oprichting? Nou, die is in oprichting. Daar worden gesprekken gevoerd. Ik heb ook nu een aantal keer al met de club om tafel gezeten. En die gaan voortvarend te werk.
En wat ik aan tafel zie van de verschillende clubs die aanwezig zijn. In een goede harmonie en echt met een blik vooruit, met een duidelijke blik op de horizon. Ze zijn aan het werven voor de Raad van Toezicht, de directeur-bestuur wordt geworven, ze zijn echt profiel opgesteld, er is een miljardenbegroting opgesteld. Maar dit is wel een puntje waar ook misschien wel het beleid en uitvoering elkaar raken. Hè? Want ik vind de oprichting en de basiskoepel, dus die het werk doet wat u als kaders hebt ingegeven, in de basis een taak van het college. Hè? En daarmee is het dus wel wat spannend om daar een heel uitgebreid over in te gaan. Daar heb ik ook niet primair veel behoefte aan. Als u wel heel veel behoefte heeft, de statuten die straks klaar zijn, daar hebben we dus over gesproken, die zijn natuurlijk erin zagen. Die worden opgericht. Dat is overal op te vragen. Maar ik vind het wel moeilijk worden als we u als raad betrekken in de oprichting van een uitvoeringsorganisatie en de details daarvan. Zover wil ik niet gaan. We gaan ook niet zover dat wij daar zelf als college wat over kunnen vinden. Kaders, ja. We gaan opdrachten met ze doen, maar het is straks een zelfstandige organisatie. In wezen wat ze nu ook zijn. Het zijn verschillende organisaties. Maar daar waar we nu met Zwol te maken hebben, met Smol te maken, met Landsteden te maken hebben. Waar we allemaal eigenlijk deze vragen niet over stellen. Hebben we straks één club die gefuseerd is, die nieuw samengaat. En ik snap de vragen, de inhoudelijke vragen, de achterliggende vragen. Maar ik weet niet goed of ik wel of het goed is om ze hier te behandelen. Omdat het ook daar... Ja, het zijn zelfstandige clubs. Maar dat gezegd hebben, voorzitter, de voortgang is enorm. En ik heb echt alle vertrouwen in dat we dat per januari een mooie stichting hebben staan. Ik ben zelf ook nog heel benieuwd naar de naam, want ik vind de welzijnskoepel in oprichting een verschrikkelijke naam. Maar goed, dat is de werknaam dan maar eventjes. Ik hoop dat ik u voldoende heb kunnen geruststellen, maar in ieder geval kunnen meenemen in de stand van zaken zoals die nu is. En dan de mantelzorgwaardering. Ja, blijkbaar is er wat verwarring. Er zijn mantelzorgers die hebben de waardering opgehaald. Die hebben daar blijkbaar behoefte aan. En die vonden het zelfs fijn dat de wethouder aanwezig was. Nou, waarvan raakte. Maar het was ook goed. Ik vond het zelf ook plezierig om met die mensen even het gesprek te voeren. Maar je merkt ook wel, die mensen hebben ook behoefte aan het gesprek. We zaten wel op het einde van de middag en begin van de avond, dus voor iedereen zou kunnen. Maar dat had ik helemaal geen behoefte, heb ik ook later wel gesproken. Maar die vond het gewoon plezierig om die mantelzorgwaardering te krijgen. Nou, die kregen ze via de post. Het is dus niet zo dat maar 25 van alle mantelzorgers die waardering gekregen hebben. Echt niet. En de suggestie van het CDA, moeten we dan per kern gaan uitreiken? Nou, daar wil ik best over nadenken. Het was nu eens kijken hoe het gaat. Nou, het was niet een oogst dat iedereen is langsgekomen. Aan de andere kant, er zijn wel mensen geweest en die vonden het plezierig. En die hadden ook echt met de mantelzorgmakelaar die aanwezig was, de consulent, ook gesprekken gevoerd. Hè. Dus er was ook wel behoefte om even wat interactie te hebben. En wat ik ook zag, kon observeren, werden die mensen ook echt geholpen en er zijn ook vervolgafspraken gemaakt. Ja, dus het mantelzorgcompliment heeft daarmee ook echt wel een toegevoegde waarde. En ik vind het ook plezierig, hè, zoals de heer Broer geeft, sommige mensen willen helemaal niet zichtbaar zijn, maar vinden het nog steeds plezier om een waardering te krijgen. Sommige mensen vinden het plezier om niet bekend te zijn en ook geen waardering te krijgen. En anderen vinden het plezier om bekend te zijn, maar geen waardering. Nou, u kunt alle smaken wel verzinnen. 9 en 10 november hebben we weer een bijeenkomst voor mantelzorgers. Dus ook daarmee proberen we ook anders dan alleen fysiek met de waardering ook op een andere manier ermee om te gaan. Even een klein beetje ontspanning. Ik geloof in de vorm van een high tea en dat soort manieren. De aandacht gegeven wordt. Even weer de positieve aandacht. Ook het gesprek met collega mantelzorgers, maar ook het gesprek met consulenten. Ik ga natuurlijk ook zo mogelijk aanwezig zijn. En ook om daar weer verhalen te horen. Dus we doen er als gemeente van alles aan om in contact te komen, maar ook het gevoel te geven dat de mantelzorgers gezien worden en ook gewaardeerd. Niet altijd per se in financiële zin, maar zeker, en ik heb het u ook horen zeggen, waardering voor voor het werk wat ze doen. En dat het, ja, niet altijd zichtbaar is, maar wel bekend dat het plaatsvindt. Dus daarmee proberen we zoveel mogelijk daaraan tegemoet te komen.
De jeugd. Er is een enorme toename geweest begin dit jaar. Ja, ik mag zo weten, daar keek ik ook van op. Met opgebronken, getrokken wenkbrauwen. Dat is voor een deel te maken met autonome groei, die de rest van Nederland ook plaatsvindt. En in dit Vechtdal, waar wij hier bij elkaar zitten, misschien nog wel iets meer. Nou, dat gaan we onderzoeken waar dat vandaan komt, want het is toch wel bijzonder dat het hier zo goed gaat. Misschien hebben wij de toeleiding heel goed voor elkaar. En dan ben ik hartstikke gelukkig met deze enorme toename. Maar misschien is het ook wel anders achter en dan wil ik het weten. Want het kan ook vervelend nieuws zijn. Een deel van de toename heeft te maken met het feit dat één aanbieder begin dit jaar met zijn cliënten pas over de brug kwam. Nou, en dan zien we daar de waarde van statistieken. Ja, enorm toename, maar die waren vorig jaar dus ook al. Alleen die waren toen nog niet in de cijfers verwerkt. Nou, dat is dan een klein stukje naar de... ik zie ondertussen dat Dijksma wat gedaan heeft over de luchthavens. Dus excuus voor het lawaai. Daar komen we vast op een later moment over te spreken. Dus daarmee een deel van de jeugdtoename is verklaard, een ander deel nog niet. En dat wil ik ook onderzocht hebben. En sterker nog, daar zijn ze mee aan het onderzoeken nu. En dat doen we niet als gemeente zelf. Ook omdat het niet ons alleen betreft, maar in een iets breder verband. In ons samenwerkingsverband. De tevredenheid of ontevredenheid. Ik vind het echt wel een glas half vol, drie kwart vol, 80% vol. En dan kun je zeggen, ja, maar dan kan er nog een stukje meer in. Ja, dat klopt. Is dat een kleine stukje dan helemaal heel erg ontevreden? Nee, zeker niet. Dat kleine stukje wat echt ontevreden is, ik geloof 5%, daar worden de gesprekken op ingevoerd. Gekeken van, hebben we iets verkeerd gedaan? Of daar waar mogelijk, hè? Want, soms is het anoniem. Maar hebben we iets verkeerd gedaan? Is er wat beter te doen? Soms hebben mensen hun zin niet gekregen. Ja, dan kun je best ontevreden zijn. Maar dat wil niet zeggen dat het dan niet goed gegaan is. Ja, dus daar zit wel wat spanning op. En ik beloof u, 100% tevredenheid. Ik denk niet dat we het gaan halen. Dus om daarmee ook maar een klein beetje verwachtingsmanagement te doen. Ik deel trouwens met u allen dat de jeugd een punt van grote zorg is. Dat is voor nu, maar voor de toekomst. Dus nog los van het feit dat kinderen gaat, hebben daar ook straks gewoon last van. Dus daar moet je altijd nu wat aan doen. Maximaal inzet, maar ook goed inzicht in wat er aan de hand is. Mevrouw Schippers noemde ook nog van, ik wil niet pas in 2018 hier wat van horen. Nou, als de... ik wacht niet met actie ondernemen tot ik u geïnformeerd heb. Dus dat gaan we echt wel eerder doen. Maar mocht de echt hele bijzondere conclusies zijn die ik eerder heb, dan krijgt u ook eerder. Ja. We hebben ook maar zoveel handen als we hebben. Hè? En er moet ook zorg geleverd worden. Een andere manier van behandelen in de raad. Nou, dat ga ik denk ik aan het einde van deze avond wel met u eens zijn, sterk nog. Volgens mij hebben we in het kader van de transformatie met elkaar sowieso wel een iets andere werkwijze af te spreken. Want dit geeft heel veel informatie. Maar het nadeel is toch ook wel dat we nu drie keer over een groot aantal elementen gesproken hebben. We doen bij dat bestuursrapportage, we hebben het nu gedaan. En ik verwacht dat we in november bij de begrotingsbehandeling het hier ook nog een keer uitgebreid over gaan hebben. Dus we praten in hele korte tijd, dik over hetzelfde. En vorige week hebben we gehad over 71.000 euro. Dus deze week niet veranderd. En misschien over 2 weken wel, of een maand wellicht. Dus dat is ook wel een beetje spannend, hoe ver zijn we nu. En daarmee vind ik ook wel de dat we met elkaar moeten kijken van wat is de waarde van dit apparaat. Moeten die als bijlage bij de bestuursrapportage doen? En is daarmee ook wel een veel, dan geeft u ook veel meer onderliggende informatie, maar geeft u ook de financiële component wat duidelijker aan. Je kunt ook een perspectief zien met elkaar. Of moeten we op een heel andere manier mee bezig gaan. Ik had toevallig met de grafier vandaag over. Eigenlijk zou ik dat wel in de planning en controlecyclus commissie willen hebben, de werkgroep. Die daar zo over nadenkt van het is niet... SEC, sociaal domein, maar het gaat natuurlijk breder. Hoe gaan we om met het informeren van de raad? En hoe gaat de raad daarom mee weer kader staan? Moeten we daar dus per programma, bijna, hè, dit is programma 7 ongeveer, dat gaan doen? Of gaan we dat op een hele andere manier doen? Nou, dat is
hele goede en hele leuke discussie. Maar ik denk niet voor dit gremium, maar dat moeten we op een ander moment voorbereiden en misschien weer beslissen. Maar dat is wel anders. Dus ik ben het erg met u en met D60 en gemeentebelang, geloof dat iedereen het ook genoemd heeft. Dat we met elkaar op inzien dat dit wel een hele inefficiënte manier is van vergaderen. Los van het feit dat u heel erg blij bent met de informatie die u gekregen heeft. De eigen bijdrage, die blijft achter van de VVD. Ja, het innen blijft achter bij de begroting, hè, dat is één. Dus ja, misschien hebben we gewoon te hoog begroot. Dat kan. Het kan zijn dat er nog tijd tussen zit, hè, want deze rapportage is natuurlijk ook op enig moment opgesteld. En is toen de molen ingegaan. Dus het is ook maar een momentopname. Als je daar echt helemaal informatie over wil hebben, dan is dat inderdaad dermate technisch dat ik dat niet op dit moment in mijn hoofd heb zitten. Hoe staat het met vrijwilligerspunt Hoornhorst? Ik moet u daar het antwoord op schuldig blijven. Hier staat dat we mee bezig zijn. Ik denk dat we mee bezig zijn. dat het aandacht heeft? Jazeker. En de vrijwilligers sowieso. Ik dacht dat het vrijwilligerspunt Lemerenveld was in plaats van Hoornhorst. En daar ga ik u hetzelfde antwoord op geven. Wil ik wel even van het punt ook wel gebruik maken dat het de volgende week, de 25e, onze maatschappelijke beursvloer is. Waarmee ook weer vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties ook op andere manieren hun producten en hun financiën kunnen organiseren. Dus nogmaals een hartelijke oproep daarvoor. Stijging in de huishoudelijke hulp is voor een deel, voor een heel groot deel te verklaren door het feit dat dat we nu anders omgegaan zijn, hè, met de H1 en H2. De H1 is helemaal vervallen nu en die is nu daarin opgegaan. En een ander deel van de stijging wordt veroorzaakt, en niet helemaal, maar wel een deel daarvan, doordat ook de hulp in huishouding wel eens wordt ingezet om mantelzorg te ontlasten. Misschien niet helemaal zoals we ooit dat bedacht hebben, maar ze komen in de praktijk gewoon gevallen tegen waar de partner van de mantelzorg op zijn tandvlees loopt. En niet ook nog een keer het huishouden erbij moet trekken. Daar trekken ze gewoon soms even niet. En soms is juist even de hulp in huishouding toevoegen als onderdeel van het oog, het zicht hebben op de mantelzorger, is dan een oplossing die misschien niet helemaal voor de hand ligt, maar het kader van de transformatie wat mij betreft heel goed past. Maar ook de vraag bij je hoort van, en is het dan de beste oplossing die we kunnen bieden? Nou, daar gaan we dus in transformatieverband verder over nadenken. Maar ik ben al blij dat ze dat verder gekeken wordt dan slechts een regeltje mantelzorg, maar dat is ook gewoon wat anders. De jeugd- en opvoedingsondersteuning tot 18 jaar, hè, alleen daar geldt het dat we geen zicht hebben op de uitstroom. Alleen op dat onderdeel, hè, dus maar, want ik schrok ook even toen ik het eerste keer las. Ja, het is zo en we gaan eens kijken of we dat ook kunnen verbeteren qua inzicht. Want dat doet toch wat zorgelijk aan als je het hele bedrag ziet staan, getal ziet staan. Aan de andere kant, het is wel plezierig om die ook in het zicht te houden. Mocht er weer een vraag komen dat je het ook wel hebt. Hè? Dus het is ook wel iets van, dit zijn dus wel zoveel mensen die vraag gedaan hebben. Maar gaan eens kijken of hij roept ook wel weer verwarring op. Dat hebben we wel in de gaten. Het aantal mantelzorgers in Leuzen, dat is gedaald. Ik denk dat het inderdaad het aantal mantelzorgers is wat wij in beeld hebben. Dat is natuurlijk iets een subtiel verschil. Want ik denk niet dat in Leuzen minder mantelzorg verleend wordt dan in de rest van onze gemeente. Hè, in tegendeel. En dat komt misschien wel mooi in lijn met wat mevrouw Schiphorst aangeeft. Als we dat per kern gaan doen en in Leuzen misschien nog nabijer organiseren, dat dan het aantal mensen groter wordt wat zich aanmeldt en laat zien. En misschien, het zou kunnen zijn dat ze het georganiseerd hebben en er ook niet gewoon geen behoefte aan hebben. Zeg maar. Zit er een GGZ-specialist in de SKT's? Ja, dat is even hoe we het organiseren. Ik denk ook niet dat het thuis wordt in deze rapportage, hè, want het gaat weer over hoe we het organiseren. Het aanbod is nee, volgens mij, omdat we afgesproken hebben aan de voorkant dat we geen aanbieders in het SKT hebben zitten. Dat is een uitgangspunt, zoals we het nu een keer ook georganiseerd hebben. Maar mocht u echt die vraag
nog verder willen stellen, dan denk ik dat we het bij een ander agendapunt even moeten doen. Op het moment dat we daarover spreken. Want ik, het houdt ergens even op. De jeugd op tot 18 jaar. Meneer Royakkers. Nou, in gevallen daar waar het knijpt, waar het pijn doet, kan het ook worden verlengd tot 23. Dat noemen ze verlengde jeugdhulp. Daar is dus zicht op. En daar waar mensen zich wat later aanmelden en gedachten van nou, dit is een langdurige traject zijn, hè, dus voorbij hun 18e jaar, dan wordt het bij voorkeur ook al doorverwezen naar partijen die beide smaken kunnen aanbieden. Zodat er ook een warmere overdracht kan plaatsvinden en misschien zelfs door dezelfde begeleider kan worden aangeboden. En dus daar is zicht op. En voor zover we het kunnen, sturen we daar ook in. De eenzaamheid onder ouderen, dat blijft een belangrijk punt. En de suggestie om op een verjaardag bezoek te gaan, zou een aardige kunnen zijn. Ik weet dat er ook wel valpreventiebezoeken worden afgelegd bij mensen die, zoals en misschien kun je ook bepaalde bezoeken combineren. Maar ik vind het een aardige suggestie om daar eens over door te denken. Of de hoogte van de eigen bijdrage ook zorgmeiders geeft. Ja, de flauwe antwoord is, dat weet ik niet, want die meiden ons nou juist. Maar de verwachting is dat, anders gezegd, zoals je ook in de notities kunt lezen, wordt die eigen bijdrage wel tot een bepaald maximum. Hè. Het CRK incasseert die. Die kijkt ook naar de inkomen, mogen wij als gemeente niet. En die houdt dan rekening mee met het maximale bijdrage die mensen kunnen leveren. En daarmee heb ik ook de verwachting dat het niet zo is. De onderzoek dat we gedaan hebben bij het wegvallen van HH1, zorgelijke hulp 1 cliënten. Dus dat we het niet meer aanbieden, maar daar een algemene voorziening van maken. Heeft ook geleerd dat er maar heel weinig, ik geloof twee gevallen waren, die niet bekend waren. En die na het onderzoek heeft geleerd dat het ook dat opgelost is. Dus er zijn weinig signalen voor zorgmeiders. Maar heeft u ze wel, dat hoor ik ze graag natuurlijk. En vervolgens op Limmerveld werkt. Daar hebben we gesprekken mee gevoerd. En dat is wel een mooi onderwerp wat in die welzijnskoepel terug gaat komen. Hoe die dus ook gaat heten. Want hij heeft in Limmerveld gewerkt. Een deel van de aanpak heeft in ieder geval heel goed gewerkt. En dat willen we ook graag integreren en aan de rest van onze gemeente beschikbaar stellen. Dus dat vindt ze onderdak. Ik heb zelfs begrepen van de heer Neppelbroek, ja, ik was even zijn naam kwijt, dat hij het ook wel plezier vond om te kunnen sparren juist met collega's. Dus er is zelfs meerwaarde gevonden. En misschien als laatste vraag, tenminste hoop ik dat ik echt alles gehad heb. De vraag van de PvdA ook. In hoeverre zijn we bezig met preventief alles te organiseren versus curatief? We doen beide. We proberen zoveel mogelijk op preventie in te zetten. Maar het is natuurlijk mooi om te zeggen, we gaan alles zo veilig mogelijk organiseren, maar we hebben vervolgens de ambulances wegbezuinigd. Ik bedoel, dat is niet goed. Hè? Dus ook al is het niet, is het heel veilig, dan kan er steeds ongelukken gebeuren. Dus ook de zorg, de achterkant, dus daar waar het wel misgaat, curatief. Dat willen we heel graag op orde hebben, om te voorkomen dat op de zorg dat mensen ook zo snel mogelijk weer op eigen benen en op eigen krachten komen. Voorzitter, ik heb mijn best gedaan om alles te beantwoorden. Mocht ik iets gemist hebben, dan is de raad vast kundig genoeg om mij daarop te attenderen. En dan zal ik proberen dat in tweede termijn alsnog te doen. Dank u wel. Dank u wel, wethouder. Ook dank voor uw toezegging om in tweede termijn dat te doen. Ik vraag me af of alle vragen inderdaad beantwoord zijn. Mevrouw Lasje. Ja, dank u voorzitter. Ik heb nog twee punten genoemd. Het ging over de dagbesteding en of er een combinatie is met die tarieven die veranderd zijn. En ik had iets gevraagd over de PGB's en het toezicht op of er enige toezicht is op de instanties die betaald worden vanuit het PGB. En gelijk, zeg maar nog eventjes erbij, gelijk dat ik deze vragen stel met een beetje aarzeling, gelet op alle vragen die al zijn geweest. En daarmee wil ik heel graag mijn pleidooi onderstrepen om een andere manier te vinden om hier met elkaar over te praten. En dan zou mijn voorkeur zijn niet alleen over de financiën, maar juist over hoe houden wij dan met elkaar. Het is zo'n groot gedeelte van onze begroting. Het gaat echt over allerlei inwoners, kwetsbare mensen. Daar moet een andere vorm voor te vinden zijn om met elkaar te praten. En ik ben blij dat u toegezegd hebt dat we dat gaan doen, maar ik denk ik onderstreep het nog maar eventjes. Dank u, voorzitter.
Dank u voor uw bevlogen betoog. Wilt u hier gelijk op antwoorden, meneer Uitslag? Jazeker. Kijk, ik onderstreep uw betoog. Om het anders te bespreken met elkaar. Zeker in de wetenschap dat we het ook proberen nog beter te gaan doen. En dat noemen we dan transformatie. Dus we zijn daar ook gewoon nog niet. We doen het, vind ik. En nou, dat getuigen ook wel de tevredenheidsonderzoeken. We doen het goed. De decentralisatie hebben we, vind ik, van het beperktheid dat ik er zit, goed verwerkt. Dus ik mag meer over mijn voorgangers spreken dan over mezelf. Maar nu de transformatieruimte ontstaat, vind ik dat het op fronten nog beter kan. En nou, daar ga ik ook graag met u over in gesprek. Of er onvoldoende aanbod is aan dagbesteding en dat we als gevolg daarvan de tarieven hebben verhoogd, of andersom, nu we de tarieven verhoogd hebben, heeft u al nieuwe aanbieders gevonden? Ik heb die signalen niet gekregen. Ik heb wel gehoord dat we laag zouden zitten. Nou, dat hebben we met onderzoek, we hebben ook een benchmark gedaan, ook de tarieven verhoogd. Ik heb nog geen signalen dat we daar enorme toename hebben gekregen van aanbieders. Ik denk het eerlijk gezegd nog niet. Het was meer van de mensen die nu al zijn. Ja, en dat is een punt van zorg, maar eerlijk gezegd, als gemeente heb ik ook daar weinig middelen voor om aanbieders te gaan ronselen of zo. Dat is dan toch ook wel weer de vrije markt die we met elkaar bedacht hebben in Nederland. Laat onverletten dat ik uw zorgen deel. En met een nieuwe manier van inkopen die we straks gaan doen. Ook wel veel meer op basis van plannen. Dus de cliënt wordt mede verantwoordelijk voor wat er ook gebeurt. Die een stap verder krijgen. Die weet dat we ook minder zorg gaan krijgen. Dat aanbieders ook anders gaan opereren. Dat we ook op die manier een andere manier van een andere doorstroom gaan krijgen. Dus dat we misschien met dat aanbieders meer mensen kunnen helpen. Dat zou fijn zijn. De andere vraag. Hoe wij toezicht houden op de aanbieders die dus niet via de gemeente, maar aan de cliënten zelf. Nou, primair is dat aan de cliënt. Of die tevreden is over het, wat hem geboden is. Ik zou er wel zelf graag naartoe willen dat we de primair de zorg in natura gaan doen. Een zin, zoals het zo mooi heet. En dat we secundair, mocht er echt een betere zorg opleveren, met gelijkwijvende kosten, of gelijke zorg met lagere kosten, dan vind ik dat PGB-verhaal best interessant. Maar het moet wel winst opleveren voor de cliënt. En daarmee mag het niet zo zijn, want het is makkelijker. En nou ja, er zijn een heleboel malafide partijen ook op de loer. Misschien niet als, maar wie weet waar else. Denk ik dat we daar een aardig stokje voor kunnen steken als we dat via natuurlijk kunnen doen. Want we hebben ook zicht op de aanbieder zelf. Maar het is ondoenlijk om met iedereen die een budget krijgt, dat we daar naartoe gaan en nog een keer de aanbieder gaan controleren. Want het wordt echt wel een beste, dan wordt de rapportage iets dikker. Dat waren uw twee vragen nog. Dank u wel voor de uitgebreide toelichting, meneer Uitslag. Meneer Warmeling, VVD. Dank u wel, voorzitter. Ik kreeg op mijn eerste vraag het ontwijkende antwoord dat de wethouder niet alles in zijn hoofd had. Maar daarom heb ik hem als technische vraag gesteld. Dat ging over die 60.000 euro van de WMO. Dus die kunnen we waarschijnlijk nog wel via de mail beantwoorden. En dan was ook nog de stijging van de uitkeringsgerechten in relatie tot de participatiewet. Dus hogere instroom dan uitstroom, hoe dat kan. En daar waren ze. Meneer Uitslag? Ja. Misschien zijn de technische vragen dat die ook inderdaad per mail kunnen beantwoord worden, voor zover u daar niet van op de hoogte bent. Ja, de laatste is niet zozeer. Ja, als is technische vraag. Hè, en ik heb veel meer technische vragen beantwoord, denk ik, dan zou mogen. Maar goed. Instroom is voor een deel te wijten aan het feit dat we statushouders krijgen in onze gemeente. Voor een deel ook heeft het te maken dat we op andere fronten, op andere wetten, geen instroom meer mogen hebben. En die komen dus wel in de bijstand terecht. En dat is over het algemeen niet de groep mensen die je zo weer aan het werk hebt. En dat vraagt dus veel tijd, veel energie. We hebben een aantal categorieën, dat heeft u ook kunnen lezen in de rapportage. En ja, u heeft ook kunnen zien dat het enorm veel tijd kost om de mensen weer eruit te krijgen. Dus het ligt ook wel voor de hand, gezien de instroom, dat uitstroom wat moeilijker gaat.
omdat de instroom die binnenkomt, gemiddeld genomen ook echt moeilijk te plaatsen is. Werken we er heel hard aan, mijn collega van Leeuwen? Ja, enorm. Road to work, verzin het maar, wat veel aandacht aan besteedt. En die andere vraag heb ik even niet scherp. Technische vraag, ik heb hem niet gezien, maar dat kan zijn dat het antwoord niet gekomen is. En u noemde 60.000 euro net. Dat, oh nee, dat ging over de eigen bijdrage in. Nou, ja, ik vind dat eerlijk gezegd echt een technische vraag. En die laag ik ook graag aan de ambtenaar om die te beantwoorden. Okay. U zet die vragen door, meneer Huisslag, want ze zijn aan u gesteld. Ja, dat vind ik wel zo netjes. Akkoord. Dan, dat was de VVD. Ik kijk even verder rond of er nog wat aanvullend is. Ik zie verder geen lampjes meer branden. Dan, op enkele dingen na, hebt u toch voortreffelijk gedaan, wethouder, de beantwoording. Dank daarvoor. U hebt ook gezegd dat u vertrouwen hebt in de welzijnskoepel. De mantelzorgwaardering hebt u het over gehad. U wilt bij de jeugd toch wel weten wat de oorzaak is en dat u daar heel erg achteraan zit. En ook heel duidelijk is dat u terugkomt op het wat we met deze rapportage gaan doen. Hoe we dat in de toekomst gaan doen, wij wachten dat af. En met dit gezegd hebbende zeg ik dat, of sluit ik deze vergadering. En ook dit agendapunt, geen haast te stotteren. Op het eind van de vergadering, het is ook al 10:30. En dat is denk ik een heel mooi tijdstip om deze vergadering te sluiten. Ik dank u voor uw aanwezigheid. En ik geef de Griffie even een gelegenheid om wat technische handelingen te doen. En dan kijken we dan nog even verder.